kan met Wesley hier, is 10 man op eiland al. Ah ja, ik en Wesley gaan begin vliegveld landen, man. Ah ja, toch? Kom maar vliegveld. Ja, land maar gewoon begin vliegveld. Dat zijn wij, wij landen nu begin vliegveld. Waar landen jullie? Wij landen nu. Kijk even de Jos, man. Kom. Ja, ik zou niet weten, maar kom ook gewoon begin vliegveld. Allemaal Jos, man. Begin vliegveld zijn twee Jos, man. Zet dan twee Jos, man. Allemaal wat mag wakker naar hier, man. Pas op, kom. Ja, er komen drie man op ons. Hey, wij worden waarschijnlijk gepusht, man. Wat zijn jullie dan? Einde vliegveld? Begin vliegveld, nee, begin, begin. Ja, er komen drie Jos, man. Ah, ik kom met headshots er gewoon, boeit me niet. Die Josh met zijn hun. Ah, die krijgt een headshot, iemand die nu komt. Ai, ai. Schiet op dan. Kom naar hier, naar hier lopen. Achter die. We leven nog, maar. Ik snap niet waarom het altijd zo lang duurt. Wat doe je? Josh, je gaat naar links toe, collega, kijk uit. Komt goed. Neem dekking, neem. Kijk hoor. En wij hebben hulp nodig, man. Dat is in welke auto ben jij dan? Wij zijn geen bakkie, we lopen gewoon begin. Ja, hun rijden op die berg. Wij zijn één eentje lopen, ik zie eentje lopen. Boys, al die rode zijn hun. Zijn op. Weet ik. Ja, maar waar is iedereen? Ik hoor maar drie, vier man praten. Kijk uit, ze komen. Wij worden ingebukst. Ja, wij worden ingebukst. Stuur het snel een lokka dan, best. Het landen uit, rode stap uit. Rode stap uit, wij landen, wij gaan landen. Rassim, waar ben je? Schiet nou met mijn benen. Jezus, man. Ja, wij landen achter ze. We landen nu achter ze, bos. Doe allemaal torswijd. Iedereen torswijd. Ik ben ook hun ook doen. Ja, benen, lekker, boys. Lekker 30 uur duren dit. Even pushen, boys. Even pushen. Handen omhoog, jongen. Wat doe je? Je kalt precies niks, varken. Je kalt niks. Wat doe jij, maat? Handen omhoog. Eentje meegenomen, chat. Ik vind het goed. Het duurt altijd zo lang met dit mens, deze mensen, jongen. Had hij zijn handen omhoog en deed hij toen weer pakken? Ja, jongen, hij deed zijn handen omhoog. Ja. Ik deed mijn handen. Hoe is hij janken dit? X. Ik heb precies geen handen. Welke groep is dit? Twee longfins komen of zijn die gewoon helemaal weg? Ik snap gewoon niet hoe het weer zo lang duurt met die Mongolen van ons team. Waar? Op de berg. Bro, ik heb één meegenomen, ik heb precies geen handen gedaan. Daarom heb ik even geklipt, toch? Pikken, ik loop hier. Maar daar word ik een beetje moe van. Broer, niemand roept naar mij, handen. Die man richt niet op mij, hij rent naar mij. Ja broer, dan schiet ik je, simpel. Dan moet je richten. Ja, mijn man met heel dat team ging weer niet mee voor ons. Iedereen zit weer te schuilen ergens of zo, joh. Bro, wij stapten als laatst in de heli, hè. Besef dat. Wij stapten als laatst in de heli. En wij zetten hem daar gewoon neer. En we kallen dat nog. En dan krijgen we nog een kal. Ja, niemand. Waar zijn jullie? Broer. Maakt niet uit. Ik zet het gewoon uit. Ga ik weer naar eiland toe. Pak een ander wapen. Ik vind het goed. Leuke stream van 2 minuten, ASN, dan ga je toch lekker weg, vriend. Bro, ik heb eentje meegenomen, ik vind het goed. Bro, ik heb eentje meegenomen, ik vond het prima. Dat maakt niet uit dat ik dood ga, vriend. En niemand roept naar mij, niemand zegt handen. Deze man rent als een rare man zonder dat hij wapen richt überhaupt naar mij. Ja broer, ik schiet je gewoon, klaar. Ik weet niet wie je denkt dat je bent. Broer, ik ben niet emo broertje, het is een spelletje. Maar ga niet dom zeggen van, oh leuke stream van 2 minuten. Broer. Daarom joh, ik heb die man gewoon meegenomen. Als ik dood ben, ik pak gewoon nieuw wapen, ik ga gewoon weer eiland. Hoe is het?
Maar ik snap niet waarom nu opeens een trauma heli van ambulance is. Nee, ik heb één mesje, man, Capy. Ik heb één mesje. Bro, voor het melding maken, bro, dat heb echt geen nut als je op dinges bent, man. Hoe heet dat op eiland? Manef is geëffig kwit. Dat zetten we ook even voor je cam. Ja, man, Brexit. Bro. Zakaria, luister. Ik zit in ATC. Ik hoor niemand praten van mijn groep, ja. De persoon die bij mij zit, die zit gewoon in onze porto. En hij zegt, hij is goed, wij gaan landen, dan begin vliegveld. Moet ik hem gaan negeren? Ik weet niet wat mensen zeggen tegen elkaar in die porto van ons, toch? Omdat ik in die ATC zit. Dus hoe moet ik daarop ingaan? Wat is Varkens? Varken ook opeens een scheldwoord. Ja, broer, zoek het uit. Als Varken ook opeens een scheldwoord is, ik weet niet, man. Dan ga ik ook geen biggetje meer zeggen. Yo man, Aaron, rustig aan, matje. Weet ik niet, man. Volgens mij had hij het overleefd, want hij zocht. Hij had cover achter die auto, man. Ik ga kijken dat die wachtkamer zit. Even kijken. Ah, nee. Hij zit er nog niet. Ja, ah, dat komt nog wel. Ik heb E-spier al gedaan, maar als ik nu nog een keer E-spier ga doen, dan ga ik sowieso weer FPS verliezen. Dus dat is eigenlijk meer waar het op uitkomt, snap je? En dat is, ja. Bro, ik ben sowieso dood. Voordat die ambuheli hier is, dit erbij, met die matsysteem van Future is één pot natje. Hier. Ik ben nog te redden, volgens mij. 13 bpm, ja. We gaan het meemaken. Yo. Goedenavond, meneer. Goedenavond, hoe is het met u? Ja, goed met jou. Ja, iets minder, denk ik. Man. Ja, iets minder, ja, klopt, man. Niet gezuinig, joh. Weet jij een beetje wat er is gebeurd, toevallig? Oké, daarom. Laat ze pushen. Hallo, voor jullie landen. Nee, man, het ging allemaal zo snel. Ja, doe maar. Ja, dat snap ik. Hey, ik ben omhoog.
Dus ja, ik weet niet meer. Ik zag in ieder geval dat je bent geraakt door een keugel. Kom eindelijk, snel. Trauma heli, ja, ik moet hier nog even zitten. Trauma heli, heb je wapen nog? Ik kan hem even ter plekke verwijderen, ja, kost niet zo. Ja, toch zo, top zo. We gaan het ook zien, man. Ja, nou in. Hey Bart, hier dan zeg ik crash, boys. Ze gaan nu sowieso via mijn stream gaan scomen, gaan ze me... Ja, scomen. Ja, daarom. Ja, sorry. Ik zie met live ofzo. Ja, maar ik bepaal toch zelf wanneer ik live, hè? Hey boys, wie is helemaal links? Stap er niet uit om me. Is iemand helemaal links of niet? Hij is helemaal rechts in de bosje. Ik ben helemaal links. Nou ja, toch, ik ben een beetje midden. Ja, momentje, hij is net bezig met de kogel eruit halen. Ja. Ik doe zo mannen voor jullie, hè? Ja, we hebben geen auto's. Locatie waar jullie zijn. Ja, maar bro, hij is bezig. Die behandeling, laat hem eens even die behandeling. Ja, maar... We hebben... Bro, doe eens niet zo graag. Ik drop hem zo voor je broertje, rustig. Ja, maar kijk hoeveel man jij hebt jullie heen komen. Bro, weet ik veel. Ik ben net omhoog op. Ik weet nog niet waar je het over hebt. Ja, maar ken ze rustig. Fuck, zie ik ook. Heli op eiland. We hebben eentje geen zucht die omhoog is. Hey, wat ik wel jammer vind van jullie, en dat ga ik wel gelijk zeggen, is dat die maatje van jullie stad uit is gaan. Vind ik een beetje frappant. Wie is die AK van of die daar rent? Waar is Longfin? Waar is hier Longfin? Ja, nog niks. Wie schiet? Kan ik hem droppen, meneer? Ik weet niet. Ja, ik ben nog bezig. Ik bedoel even verband en dan komt... Oh ja, toch, top. Waar ligt Wesley, boys? Waar ligt Wesley? Bij een Wesley, achter. Achter hangar. Ja, ik dacht, ik wil het gewoon flikken. Kijk eens, je kan nu weer veilig verder, man. Drop even, met alle pijn, ja. Wat heb... Horen jullie mij? Mekelf met kogels geript. Ik ben eentje in de wacht, ik ga even bellen. Ja, maar ik heb die zelf nodig. Die is er wel heel blij mee. Ja joh, het zijn kleine mensen joh, die zijn blij met een Mekelf. Ik kan niet trekken, chat. Als je dood bent gaan heb je sowieso 5 minuten dat je niks kan doen. Zonder body. Hey, wie zwemt hier? Ja, het is even die verdoving nog. Hey, hebben jullie... Ja, ze pushen, pushen. Ja, we zijn allemaal einde. Ik ben met de tyfus, vriend. Boys, doe iedereen body uit. Doe body uit. Ik zal even vertellen wat ik heb gedaan. Ik heb jouw kogel uit de mond gehaald, een gaasje geplakt, ontsmet, een zalfje gesmeerd. En de verband erin. Hun hebben achterkant hangar sowieso. Nou, oké, ja, toch top man. Dan kan jij weer veilig verder en dan houden we. Ja, helemaal top man. Dan ga ik even kijken hoe ik kan lopen zo. Maar dat komt goed. Ik kan zonnepanelen pakken, maar ja. Nee, is helemaal goed man. Plekjes als je wil. Nee, kom wel goed. Hey, dankjewel mannen. Rustig gaan. Ik kon zeggen tegen hem dat we bij ze hebben maar wapen geript hoor. Maar ze weten al dat wij hier zitten, dus dit is heel dit. Hebben ze een Mac 11 en een M19 geript? Nee, M19 niet. Hij was dood. Ze hebben alleen mijn Mac 11. Ze hebben lekker Mac 11 en een geript. Ze hebben alleen mijn Mac 11 en een geript. Lekker boeien, ze durven ons ineens te pushen. Wil ik zeggen dat we hier zitten of niet? Ja, zeg maar, laten we maar pushen. Dus het is gewoon een lock-out, zeg, we zitten hier met 4, maar dan kun je te wachten. Kijk, wat ik dan mooi vind is dat ze dan gelijk weer beginnen over live. Ja, weet je, mensen gaan niet meer voor mij bepalen wanneer ik live ga of wanneer ik niet live ga. Zo simpel is het. Ik ben daar klaar mee. Nee, die trauma heli gaat hier ook landen nu. Waar ligt die ene zo'n vanuit? Ik heb er gehad. Hij ligt in het water. Ja, maar even serieus, die andere moet hier gewoon weggaan, allemaal. Tuurlijk, het zijn, dit is geen, dit is niet streamsnappen, dit. Kijk, tuurlijk, hey, je brengt ineens op, maar ze zien die heli landen. Ze zien dat ze bij mij staan. Tuurlijk, hè, misschien kunnen ze via mijn scherm zien dat ik omhoog op ben, dat ik behandeling krijg, noem het maar op. Maar uiteindelijk zien ze die heli. Dus dat je dat gaat coveren, dat is gewoon logisch. Snap je? En, broer, het is gewoon cringe dat hun nu nog ineens gaan pushen. Ze hebben een wapen geript en that's it. Ja, ze zijn blij worden van de Mac 11, nee, ik vind het prima, joh. Weet je, chat, soms win je wat, soms verlies je wat. Mij boeit dat echt niet. Akatsuki, man, net is. Ja, maar ja, Victor, wat doe je daar eigenlijk tegen? Het is Akatsuki en nog iemand. Nou, prima, ja. Gaan we daar niet meer druk om maken? Ah, jongen, het is maar een pixelspelletje.
Ja, begrijpelijk, Victor, begrijpelijk. Maar weet je wat het is? Het is uiteindelijk maar gewoon een pixelspel. En of ze nu een wapen van me rippen, als ik allemaal munten was, heb ik weer 10 miljoen. Dan kan ik weer nieuwe wapens gaan halen. Weet je, en voor hun is dat heel veel geld. Nou ja, prima toch. Ik heb er eentje meegenomen, chat, zo moet je het zien. Nou ja, prima toch. Hun zijn ook een wapen kwijt. Die man heb F8 kwit gegooid, omdat hij zei dat ik een soort van handen heb gedaan. Nou, lijkt me sterk. Jammer, Michael. Ik vind het gewoon grappig hoe mensen sommige dingen heel serieus nemen. En nu ook, weet je, ze willen mij gelijk weer gooien van dat ik live ben, dat ik live ben. Ja, broer, luister. Ik ga gewoon zelf bepalen wanneer ik live ga, zo simpel is het. Weet je, ik ga toch ook niet zeggen, Rick, je mag niet live. Of Kees-Jan Willem, je mag niet live. Noem het maar op, ja, kom op. Nee, Achie. Ah, dat is fijn, man, Achie. Yo, man, skip safe, hoe is het, jongen? Hey, Rotterdammer, hoe is het? Nee, Ragnar Pijn Ben, dus dat is sowieso geen Ragnar. Gaat lekker, man, skip safe. Gaat lekker, gaat lekker. Ja, maar promo. Tuurlijk, Link. Kijk, enige reden wat nu op Powergamer komt, en dat is dan echt Powergamer, is als hun nu op een gegeven moment allemaal uit hun porto gaan. Omdat wij nu een porto van hun hebben afgelezen. Dat is het enige. Dan weet je gelijk dat ze gewoon in de stream zitten van mij, dat ze die dingen in de gaten houden. Zo simpel is het. Nou, is zeker dat. Knooi hem op, jongen. Is voor een soldaatje. Wie was het? Tek die mina. Ik heb geen ammo, man, Jane. We hebben geen AK-ammo geleverd gekregen. Heel apart, maar... Daar kunnen we helaas niks aan veranderen, man. Hey, Wes. Ja. Ik ben een pistool, even. Wat zei je, Nips? Ik heb een pistool gehad, hè. Ja, toch. Ik ben even aan de wapenhalen komen te doen. Wes, hebben ze onze porto gepakt of niet? Nee. En die persoon die ik dood had, die heb F8 kwit gedaan. Heb je blokken? Ah, boeit niet, we hebben niks verlies, we hebben wapen teruggegript al. Ja, toch goed. Mail teruggript voor Wesley. Ja, geef die aan dinges met wie ik was doodgegaan. Ik weet niet wat hij bij had. Volgens mij had hij AK bij. Nee, ze zijn toch wel visbergen? Ja, maar broer, wat wil je moeten verrennen daar? Zeker, Wesley, of niet? Bro, neem jij gewoon het wapen, broer, geen stress. Gewoon linksom lopen. Standerzijde. Oh. Laat me instappen, Bart. Ik ga linksom. Hier rijdt weg. Broer, wat doe je? Volgens mij zijn ze gevlucht, man, boys. Cruise, bro. Ja? Wat is er? Een zwarte met gele longpins zijn ze weggegaan. De voertuigen staan in de kleine haven. En ik zag een zwarte en een gele helikopter. Wat is het longpin weggaan? Ik bel ze even, visje. Ik heb net iemand gesproken, maar hun zeggen dat ze gewoon nog op eiland zijn. Ik zie hun twee voertuigen, die crèmekleurige Yoshimite en die rode, die staan bij Kleine Haven leeg. Die crèmekleurige had ik bandlek. Ze gaan waarschijnlijk ja, flanken met een boot aan. Hou het in de gaten. Dat sowieso flanken. Het is wel al 2 minuten geleden. No, ik ga naar ik ben er weer dan. Broer, als ze flanken met longvins, is het tanden dood. Ja, wat is er? Ik ga zoeken, jij bent zo terug. Shit, man, altijd gelijk die janken altijd een wapen. Dat zag er ook niet altijd best uit. Dan kan ik een wapen inkopen. Als je munt hebt. Ja, ik heb geld. We hebben die rode auto, ik had wie is die rode? Ik ben die rode, Wacky. Wat voor wapen wil je? Mails, mails, mails. Mail, hij heeft geen tas om, broer. Hij heeft geen mini-akka. Wat doet hij? Hey, wist je die longfin? Die longfin rijdt altijd moet ik weer blokken halen? Lekker, Mike. Kom met jou, maatje. Nou, we zijn niks kwijtgeraakt en hebben ook dingen geript. Ja, prima, joh. Alleen, het is gewoon cringe dat ze weer zijn gedipt. Boys, we hebben Mac 11 geript. Kom, we gaan weer naar Nederland. Ja. Ja, daddy. Wagwanasan, hoe is het, jongen? Yo, man, Noah. Wat de fuck zie ik allemaal? Bro, ze zijn met zoveel meer. En dan meer, zeggen ze dat wij shaky zijn, hè? Wat? En ze zijn nog met het dubbele van wij zijn.
Welkom in de onderwereld van Future. We gaan dashen als we een Mac 11 hebben geript. Wahaha. Ja, bro, die kogels boeien me echt niet, man. Terug. Wat zei je? Hou terug. Ja, ik ga even wapen halen. Precies. Hey, visionair. Yo. Omar, hey, ik pak gewoon niks mee. Ja. We komen terug naar Eiland met 4 man. Ja, is goed. Luister, kom even. Dan geef ik je die mails, ja? Ja, is goed. We komen. Cool. Ik heb even pistoltje. Echt niet doen, bro. Je gaat daar gaan zeiken met je. Broer, daar kunnen we allemaal dingen voor terugkrijgen. Ik heb promo gekregen, man. Maar mag je niet gewoon dat wapen ophalen dan? Nee, laat dat wel. Dat wel. Hey, man. Daar is dan een klein wapen op de zee, weet je wel. Ik kom wel gewoon terug, want ik ben omhoog op. Nick en Isha komen ook mee, dus we kunnen ook nog wat. Neem wat mee, boys. Neem wat mee. Ja, ik heb alweer gehad. Hey Wes, stunter, hè? Ja, broer. I don't give a fuck. Ik hoor je. Maar wie zei dat jullie moesten landen? Broer, wie zat bij mij in de heli? Hij maakt die calls. Ik zit in ATC, ik hoor niks. Ik zeg tegen Eeuw, wij gaan landen. Eeuw zegt, we komen ook. Wij landen en dan komt. Jullie zijn solo, helemaal. Ja, maar miscommunicatie, maar. Broer, ik zit in ATC, ik krijg die call. Ja. Ik zei eerst, we landen, daarna zei ik, we gaan eerst scouten. Ja, maar ik hoorde je dat waarom zeg je dat niet? Yo, maar snikker. Dat zei ik toch in Porto? Ik zei, we gaan eerst scouten. Fuck, wacht bij een trein. We gaan eraan veranderen nu. Fuck dit. Lassie, ga je mee of niet? Loki ligt hier altijd, dus het schijnt gewoon door te geven dat we hier nog zijn. Natuurlijk. Ja, ik ga de ATC weer in. Sjaan, ga je mee of niet? Die had die andere boy. Oké. Ah, je kan gaan. Ja, toch. Misschien dat die anderen bij hun terrein kunnen campen. Dat ze dat in de gaten houden. Ja. Hey Rasim. Je kan wel bij hun terrein gaan campen. En we gaan gewoon weer terug, chat. Weet je, zo simpel is het ook. 190 voor ons, man, Gappie. 190k voor ons als inkoopprijs zijnde. Je hebt geen wapen gepakt. Maar jij is opletten, maat. Ook dadelijk gewoon een wapen in mijn hand heb. Ze hebben dat weggehaald, W. Wegens het metagamen. Dus we hebben nu allemaal een externe Discord. Zodat mensen niet zien hoeveel mensen van ons bijvoorbeeld in game zitten. Of van andere groeperingen, wat dan ook. Want in het verleden, als wij met iedereen activeren, dan kwam niemand de stad in. Weet jij nog waar ze zijn of niet? Ja, jij moet dan vragen, maatje. Sorry. Hey, grapje, laat die shit er vier uit, man. Dat snap je zelf toch ook wel. Hij is goed. Einde vliegveld. Nee man, Mike. Maar ik laat je echt wel weten als ik gewoon akkoord ga met die gifbroedje. Je hoeft het echt niet elke keer telkens te blijven vragen, maat. Als die shit, als ik hem uiteindelijk gewoon goed vind, dan laat ik het je echt wel weten. Ik snap dat je er betaald voor wil hebben, dat je je munt wil hebben, maar ik wil hem misschien gewoon nog gefine-tuned hebben, snap je? Ik kan even dat wij nu gaan landen daar, einde vliegveld. Wij landen nu eilandsvliegveld. Einde vliegveld. Nee joh, Akatsuki, je hebt goede brillen, man. Ja, bij dat zo. Nee. Hoi, Porto in. Twee man in, broer, pak hem. Pop gewoon die band, pop gewoon die band. Ik kijk uit voor bosjes, hè, boys. Ga stoppen hier, broer, stop. Gaat goed, Michael. Bandje lek? Goeie, hij komt deze kant op. Pak die man, kom boys, stap in. Lekker, stap in. Maar die mag aan mij aanrijden, nee. Wat is hij? Gaat water in, gaat water in. Kunnen we hem rippen? Hij is water in gaan. Pak hem, sluit hem in. Wat een cirkel. Hij is water in. Dit is echt first class bitches, ik zweer het je. Dus je met die dubbele aantal met hoeveel wij zijn. Schiet ze dood. Kijk dat je een nummertje kan pakken. Dit is een zwemrem. Ze komen, niet schieten, ze komen. Ja, schieten. Oh nee. Dat wordt een zaten, ja toch? Eentje gaat weg, kijk uit voor een Friendly Fire. Peren, wat? Hey, jullie allemaal?
Die Voice is dood. Waar zit zijn auto? Ja, in het water, broer. Ja, daar zit sowieso zijn nakkoes in, broer. Dood, jongen, ik ren op een... Wat doet hij? Dat mag het pak zijn dingetje. Hey, ik ga wat krabben. Hey, kom eens terug naar land, jij. Kom eens terug naar land. Steen had sowieso ik heb doodgeschoten, laat hem, laat hem. Ja, maar zo cringe dat ze het in een voertuig deed. Hé, hey Bart, ik heb niet jouw dood, toch? Kom maar even. Gaan we gewoon doorpushen, want dat is echt saai. Hey, let's go, Matty. We zijn nu ja, met wie gaan we rennen? Doorpushen? Een paar dode vogels, of niet? Ja, misschien zijn ze er nog. Ze kunnen nu gaan. Misschien zijn ze er nog. Ik weet bijna zeker dat ze er nog zijn. Nog van een paar dagen. Kom gewoon. Ja, bedoel, stop je aan het spelen. Er gaat eentje land en eentje eiland. We moeten wel bij elkaar lopen. Als ze in bosjes zitten, dan... Kijk ze rennen. Pak nummer. Nee, fuck dat. Als ze daar zitten, dan vrie mij. Het is gewoon combat stage wat ze doen, zo simpel is het. Plus ze rijden hun voertuig het water in alsof het niks is, joh. En daarna gaan ze zwemmen. We moeten naar de gym, G. Dan weet je toch al, dan weet je toch al wat voor level Akatsuki is, chat. Even serieus. Ga gewoon als een man dood. Vertrouw dit niet, broer. Ja, Yususen. Ik loop voorop, dus maak je niet druk. Kooie, kooie. Kade, kade. Bro, ik ben... Een einde vliegveld nu. Oh, maar staan we naast Loesu, joh. Ik ga echt niet helemaal achterin lopen, man. Ik ben deze rode. Die meisje, ik kan ook niet weg. Waar willen we in? De rode, rode, wie is dat? Dat ben ik. Laat me instappen, laat me instappen. Bro, mij nou, die gasten zijn gewoon Loesu. Ze hebben die blokken veilig gesteld, ze zijn helemaal happy. Sokkertjes. Hey, maar hoe Prepare. Komen we zo die blokken pers overnemen? Wat zeg je allemaal? Hoe komen we opeens die blokken pers overnemen? Als er nog niemand van ons was. Morgen zit ik daar stipt om half wacht naar een coolie AK bij het kampen, jongen. Ja, Yusu. Ja, oh, nieuws. Toen was ik dood. Unlucky man. Aangekomen en de was je van Akatsuki nieuws? We zijn sowieso of ben je van Akatsuki, laat ik het zo zeggen. Maar hun hebben geen heli, hun hebben geen heli. Nou, je raakt toch volgende letter boven mij. Ik en Omar gaan einde vliegveld pushen. Broken is Davis, denk ik. Ja, die hangt boven mij. Vraag een deep heb. Ik ga gewoon einde vliegveld pushen, broer. Weet je waar die staat, die jetski? Ja, einde vliegveld. Dat is mijn jetski, hè? Knakkoors. Ik ben einde jetski. Knakkoors. Wie is die rode? Wie is die witte shirt? Die shirt daar. Ik ben dat. Shirt, shirt. Wie is die longfin? Push met mij naar zonnepanelen. Nuttig. Die longfin ook nog. Goed, baas. Wat praat je big op de naam? Wat? Maar die gaat weg. Wat zit jij nou weer? Oh ja, toch nieuws. Lopen, we gaan niemand meer aantreffen. Gewoon lekker bij het kampvuur te zitten zo. Oké, dus een rip en dan gaan ze weg van eiland. Lekker man. Ja, omdat we net Shura ja, hadden tegen andere nieuws. Ik ga mijn heli pakken, joh. Eigenlijk een eiland fight, ga je weg. Dus easy. Dus je ript een Mac 11 en dan dash jullie hem gelijk. Wel jammer, man. Ga mijn heli pakken bij bergjacht hangen. Maar toch. Ik zag daar net ook 3 tot 4 naakte mannen bij een terrein, broer. Ja, toch. Kleren hoertjes ofzo. Ik kan een trein binnenvallen. Die rent bij hangar. Mag dat? Ben ik. Achter hangar. Er ligt iemand dood hier. Oh, dat zijn... Er ligt hier nog iemand dood. Bro, moet ik ruiken dat je gebend bent. Je komt hier praten over Akatsuki. Dus ik ga ervan uit dat je gewoon bij Akatsuki zit, toch? Nee, Meos. Dat is die gast die was gekomen met lucht. Ja, die was gekomen met lucht. Ja, die... Dat doe je zeker over F. Ja. Broer, ik dacht toch dat... Broer, luister, Izzy. Luister je niet of... Wat is het ding? Ik wist toch niet dat je geband was, maatje? Moet ik dat ruiken? Ik hoor van mensen, je bent van Akatsuki. Dus dan reageer ik op het punt dat je van Akatsuki bent. Maar als je geband bent, ja, dan heb je niks een vuurtje te zoeken. Nee, daar heb je ook weer een punt. Gaan we heli pakken of... Oh, je ook mijn einde vliegveld daarvoor. Ja, mijn heli staat op die berg, ja.
Prima toch, dan zien we elkaar snel, jongen. Ik moet even wassen, man, Yigit. Dan, heb ik weer 10 miljoen. Bro, ik besef dat die man gewoon paar is geworden. Terwijl niemand handjes heeft geroepen. Hij mag even afstappen. Ja? Mag even afstappen. Ik ben visionair, jongen, lul. Godverdomme, ik heb je achterop. Godverdomme. Nee, staat die andere motor niet open. Hé, hey, luister, heb jij een, je hebt een heli. Ja, kom. Is er nog iemand mee met de boot op eindvliegveld of heeft iedereen al vervoer naar land? Nee, ik ga nu naar mijn heli toe, eindvliegveld. Ik heb nog voor 2 man plek. Ik kan niet chance stappen, dan mooi. Amorabele. Ah, ik ga het eens heen. Moet je eerst. Moet je, nee, je moet eerst wel dat rode dingetje op je porten duwen. En dan pas porten join. Waarom kan ik niet instappen, broer? Oh, startplekken eruit, denk ik. Nee. Niet? Nee. Ja, hoor, Amy. Volgens mij gaat de stad eruit, man. Echt? Dan zijn wij alle vier dood. Nee, jongen. Maar wij kunnen niet instappen, man, bij de heli, terwijl die open is. Dat gaat er niet uit, anders ga je toch niet weg, boven Wesley. Dan is de heli kapot, denk ik. Of heb ik... Nee, instappen lukt niet meer. Ik ga gewoon die repair kit erop doen, kijk wat hij doet. Ja. Hé, maar chat, skip dat gedoe gewoon, joh. Nou, anders moeten we met de boot. Ja, ik ben de nummer 4, Brexit. Je hebt gewoon geffen, subjeffen. Ik ben dat samen met Dolk zijn we subjeffen. Rick en Davis zijn geffen. Dat is gewoon de baas. Nee, ook niet. Ik ga wel even knipperen, man. Yo, er zijn er 2 van ons dood in het begin dan, waaronder ze mij hebben geript. Toen ik omhoog hoppen werd door de traumahelikopter. Ja, toch nieuws, geen stress, maatje. Ik zet ook niet op dat Jan een stream snappen, nee, ik weet niet wie dat doet, maar... Het was gewoon meer wat we daarvoor hadden een feit, en die reden ook in dezelfde auto waarin jij reed. In de kleur, zeg maar. Dus we gingen ervan uit dat jij hun was. Zodoende eigenlijk. Dus vandaar dat je dood bent gegaan. Die heli van mij doet het, pakt het weer niet. Heeft iemand nog vervoer vanaf eiland? Ja, ja, die boot van mij die opeens wegvaart, die is van mij. Dat hij daar staat op anker. Even rennen met zo'n... Haal hem op. Ja, hij stond op anker, maar... Ah, kom, we gaan nog naar toe. Wacht, even mijn heli dichtzetten. Ik zet zo beeld weer aan de chat, een moment. En Niels, sowieso dankjewel voor je 2 donaties, maatje. Ik was bijna dood. Hij kan dat gewoon op mijn telefoon zetten, joh. Hey, maar Izzy, het is niet lullig of zo naar jou bedoeld, bro. Ten eerste, ik wist niet dat je geband was. En ten tweede, ik hoor gewoon van mensen zeggen dat je van Akatsuki bent. En ja, wij hebben toevallig eilandfight tegen Akatsuki. Dus ja, vandaar dat ik gelijk zo reageer, toch.
Of wat had je gedaan dan, dat je 2 dagen ben hebt? Tja, ja, dat is een lucky man, Jus, oprecht. Nee. Ik heb al zo lang niet meer op een boot gezeten. Wat? Ik heb al zo lang niet meer op een boot gezeten, omdat ik altijd gewoon mee liep. We gaan terug met deze boot naar het land waar Vision er komt vandaan. Yo. Ik kan nu even niet bellen. Ik ben zo terug, yo. Dus ik ga maar even je kleren uit. Voordat ze dadelijk een reden hebben om ons te inzetten bij dat ding. Ja joh, we zien het wel joh. Net met je wapens. Ik zou niet schieten op land, ze hebben MCX weer. Hoe hebben ze nu alweer MCX? Ze hadden toch die HVK of zo? Welke wapen was dat nou? Die andere? Maar ja, ze lekker met M6 gaan schieten, joh. Weet je. Ik ga hem onder DSI echt niet meer druk maken, man. Oprecht. Nee, ik denk, ik ben wel oprecht wel voor Bassa, man, chat. Ja, maar ja, shit vinden en een beetje normaal kunnen schieten. Heb je wel nagestaan hier, Iva? Oeh, hij zipt hem, monnik. Hey broer, ga omhoog. Er zijn wel auto's boven, man. Bro. Ik zweer, ik heb geen zwemdiploma volgens mij. Check in mijn belly. Rustig maar, ga je met jouw matje. Daar is niet boos voor een kenteken van deze auto. Ik heb er ook niet voor gekozen. Blijkbaar wel. Ja, als ze een M5 hebben. Nee, gelijk heb. Wat is dat? Ja, we zijn nu onderweg. Hala Madrid. Madrid heeft wel een goed team dit jaar, 100%. Met hoe Barca nu zeg maar is. Denk ik wel dat Real Madrid qua competitie-wise wel de komende jaren weer gaat reizen, man. Dat past dat natuurlijk ook gewoon veel Yankees hebt, toch? Met P3 en zo, al die jonge gasten. Er is sowieso maar één club en dat is Feyenoord, dat sowieso. Ja, ik denk dat hij de rat is. Lekker maar even met jouw matje. Shit man, ik ben de imposter. Shit, blood. Oh, waarom heb je het kenteken Akatsuki? Oh, bent ook... Ik had er nog eentje binnen. Ja, ik was dat ook niet op. Eens even kijken. Heb jij even tijd? Ja, waar zijn we? Ik heb geen zin dat mensen mij gaan bellen, bericht mij gewoon. Nice. Ado Feyenoord. Ja, lekker maar boys. Heb je die deur seks moeilijk? Hebben we wat? Bro, ik denk dat jullie die deur aan het boem boem waren, broer. Daarnet geschoten, dood gegaan. Iemand meegenomen, werd omhoog geholpen door traumahelie. Toen hebben ze mijn Mac-11 geript. Toen hebben wij 2 van hun geneukt. En toen zijn ze van eiland afgegaan. Dus, ja, geen idee wat Akatsuki nu gaat doen. Misschien gaan ze weer plukken ofzo. Hoi. Ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Als je het woord poep draait. Dat sowieso, man, Dobio. Hey, Zakaria en Wesley zijn chat, je zijn een soldaat, jongen. Antwerpen is de stad, de rest is parking. Lampenkut. Geen. Daar is je antwoord op je vraag, Thijs.
je bent mij de nee. Het is maar een pixelspelletje. En er was gewoon een miscommunicatie tussen onze groep. Dus ja, dat kan gebeuren. Daar doe je niks tegen. Ik denk gewoon equal, man, daarop. Ze hebben een wapen voor mij geript. Ik had eentje meegenomen. Misschien dat hun toen nog twee hadden vermoord, dus dan zou het 2-3 zijn, maar... Ja, geen idee, man. Yo, Makepi. We kunnen geen UMP kopen. We kunnen wel doen, maar... Nee. Dit is maar even afwachten wanneer wij WDA testments die we gaan krijgen. En dan vanuit daaruit gaan we het allemaal wel zien, joh. Hoe of wat. Vind je niet? Nou, dit is wat ik heb. Oh ja, nog zo kies voor blokken te maken. Nee, oh ja. Gaat zoals bij Davis, jongen. Ik weet niet waar Davis is, man. Hij zei net wel dat hij weg moest ofzo, dus ik denk niet dat hij er vandaag nog zal zijn. En nu ook zit sowieso bijna iedereen in uit Game Voice, dus... We hebben pas een wapendeal gehad, man. Daarom was ik toen een paar streams geleden al die munten kwijt, toch? Omdat ik 7 miljoen uit moest geven voor al die wapens in te kopen. Vandaar dat ik ook een extra kaartje heb. Jammer uit uur is het, jongen. Ja, jullie vlogen echt oprecht het water in, Manus. Ja, we weten gewoon oprecht gewoon niet wanneer wij ATSM's gaan krijgen, man. De Colombianen hebben gezegd van ja, dat komt te snel aan. We hebben een hele grote hoeveelheid liggen. Maar ja, we weten allemaal wel hoe snel dingen in Future gaan. Dus ja. Nee, man, Amir. Het grappige is, nu komt Akatsuki met we willen landfight met jullie. Wanneer pak je miniak? Ja, wanneer ik zin heb, man. En kogels heb. Ja, dat is volgens mij al 3 maanden geleden of zo. Ja, attachment deal. Bro, we zijn eiland gedasht, omdat ze dachten dat we allemaal met grote wapens waren. We waren uiteindelijk met 2 of 3 man die AK bij hadden, de rest had allemaal pistols. Daardoor waren ze gedasht. En nu zeggen ze van kom feit op land. Kan deze hier alles weer gaan oplossen. Rare groep, ik zweer het je. Echt een rare groep. Oh, ze hebben AK's, kom maar weg. Ja, dat sowieso, KP. Maar daar staat Future ook bekend. Maar ja, je doet er niks tegen. Je kan moeilijk tegen die mensen gaan zeggen, ja, je moet gaan pakken, snap je? Nee, iedereen is loose, man, mommy.
dit was een lekkere cappuccino dit. Wat vind je van Nathan dan? Ja, gewoon normaal. Gewoon echt oprecht, gewoon normaal, maar spekpek. Waar is Ruben dan? Die zou zo meteen komen, man. Hij was er nog niet. Dus ja, je kan moeilijk mensen gaan dwingen toch dat ze moeten komen. Dit, dat, mensen hebben ook gewoon een leven buiten dit spel. Sommigen niet, maar sommigen ook weer wel, shit. Dus daar moeten we ook respect voor hebben. Klopt, Massim. Maar ja. Dat ligt allemaal niet aan mij, hè. Wacht. Oh, daar gaat tegen mij. Ja, toch, Amir. Gaat lekker, man, Niels. Gaat lekker, man. En met jou dan? Ik ga gewoon eens even lekker rondje rijden buiten. Is dat? Kijk wat er gebeurt. Het heeft niet te maken met inactiviteit. Het heeft ook gewoon te maken met... Mensen willen gewoon niet tegen DSI schieten. En dat kan ik ergens ook alweer begrijpen. Ja, toch, KP, lezen, maatje. Ik ga gewoon eens even lekker rondje rijden in mijn GT. En dan zien we het wel. Naar de ANWB met dat ding. Nu is gewoon de tijd dat ik moet gaan overbruggen met eventueel andere dingen. Totdat die jongens eventueel weer gaan komen. Morgen prima scoren. Wordt een paar dagen echt genieten. Ja, man. Dat waren altijd leuke tripjes, man. Als je met school zo naar een andere land toe ging. Ja, lekker man, nieuws. Ja, ik ben er nog, maar iedereen is eruit volgens mij. Mij mee, we gaan naar gangs kijken of we nog zo'n UMP camo hebben. Of je wat? Een UMP camo. Ja. Goeiedag. Ja, toch nieuws. Kijk eens. Parijs met school is gek. Yo. Nee, ik ga geen winkeltjes doen, man. Replace met alle respect. Moet je maar bij Barry Bang nog gaan vragen. Hallo. Hi, top. Heb je misschien ook een schoonmaakdoekje? Ah, toppetje, man. Dat is een beetje vies. Zie je het? We zien het. Zo. Ik heb een bang en pleister. Nee, ik heb geen pleister voor hem. Iemand moet maar één keer te slaag ben, dan klik ik een nokje, denk ik. Oké, okay, is goed. Nee, dat gaan we niet uit, we hebben alweer. Ah, toppetje, man, dankjewel. Ik weet niet waar je weer bent. Geen zin in. Je moet dat helemaal blijven. Ja, je kan altijd sturen, nieuws, dat maakt voor ons niet uit. Dus je wil bij andere groepen gaan vragen om een camo voor een wapen. Terwijl je zelf oefent. Ja, dat ding is. David zei dat we er geen hadden. Tja, lekker man hier. Ja man, AG.
Jomaar Carlos, jomaar Tim. Ja, we staan bij dat terrein te wachten. Honderd maar Carlos, 100. Maar ik had ook het gevoel op Island, jullie komen en iedereen gaat weg, kan aan mij liggen, maar ja. Ja, ik ga daar geen uitspraakje meer over doen, Manus. Mensen raken een beetje te snel op een teentje getrapt als ik mening ergens over geef. Een op Assaus. Jouw nieuws. Wie rijdt er bij elkaar op? Dank je. Maxime. Of Nessim. Nessim is niet, kan ik je vertellen. Tja. Ik zou echt oprecht ooit bovenwereld gaan of zo, dan wordt het weer gewoon politie of command, man. Ik ga echt geen ANWB'tje worden of zo, of een ambulancier of iets in die richting. Zijn jullie nog netas? Ja, maar er is hier helemaal niemand. Net ook bij die GT. Ja, hier is een garage. Hallo? Hallo? Ja. Wil je even die deur open doen alsjeblieft, dat ik mijn waggie kan pakken? Ja, tuurlijk, momentje man. Dank je. Wat lach jij? Thanks man. Oh, het werkt niet. Hé, hey, wie sla je man? Wie is het junk? Wat ben je met je peekie, Karel? Nee, dat is mijn peekie. Hé, dan wordt hij boos, Oh. Hey, dood. Dat is plat. Zal ik ze zeker vaak bij Geintje? Doe even nou. Wie is dat, man? Is goed. Ah, Rens, welke gang is er volgende? Ja, maar iedereen welke, staat welke, goed, welke offie zijn er al lang in? Bro, we gaan niet aan elke offie gang vragen, broer. We zijn niet met elke offie goed of zo, hè? Welke zijn we goed? Nee? Als je op tegen dat je geen kenmer hebt, simpel. Is er een naam? Ah, oh, met B of zo ben je niet bar. Dat is het enige probleem, dat moet je gewoon uitkijken. Oh, dat is Wela. Ja, ja, schijn wat ze doet. Die doet ook alles voor de aandacht. Tyfus. Ja, bijna. Bijna. Hij lijkt jongen met die Rotterdamse hoeren in. Ja, pleut toch op je met je haar geneesje teringschoten van je halve tieve stammen. Pleut toch op joh. Waar ben je in het polo hokje? Yeah. Hier. Ah! Leggen. Hé, wat ga je aan mijn munten tellen zitten, vriend? Lekker voor je. Munten tellen, zegt hij nog. Hey, ling, lustig platen. Ga je ook grappig. Wat? Moet ik nog die kleintjes doorsturen naar je, of niet? Ja. Oké. Okay. Ja. Yes, daddy? Wat? What the fuck? Nou is het klaar met je, jongen. Wat? Huh? Ik word geholpen in de wachtkamer. Staan blijven. Wie ben jij? Ik ben Riek. Oké. Okay. Wie ben jij? Ik zit in de wachtkamer, kerel. Oh ja, jij bent die skeer hond. Skeer hond, ik heb nu 6 ton op de bank, hè. En nog een beetje zwart.
Sean, heb je... Hoe heb ik nog maar 6 ton, chat? Ik had net toch nog een miljoen... Oh nee, ik heb 5 ton eraf gehad. Sip, ik dacht, heb ik zoveel boetes gereden? Ik zweer ik voor mijn arm nu. Kijk dit, man. Shit. Yo, man, enkel, is het maatje? Dat is geen Wela. Oh ja, weet ik. Voor iemand zegt Wela, dan denk je kennen. Denk je kennen, moela. Ja, gaat lekker, man, Henk. Gaat lekker, maatje. Yo, man, spa blauw. Ik vind toch spa rood af en toe wel lekkerder, hoor. Ik kan hem maar liggen. Of ben ik nu racistisch bezig naar spa blauw? 3K van de koos, ik hoor, ja, man. Crazy, dude. Ah, oh, die Sam zit ook in Wela de stream, hoor. Ah, oh, wat hoor ik, wat hoor ik. Waar ben je, Karel? Ik ben onder. Lekker man, Henk. Goed bezig, jongen. Dit is wat we hierin hebben zitten. Welke red dot? Doe dit dan zo. Dan heb je gewoon 2 wapens bij elkaar staan en heb je 4 red dots. Nou, dat is M19 red dot. Wela, kom naar Jalisco terrein. Amir, dat boeit me echt nul, man. Wat is dat laatste? Jacht, jachtkie ofzo? Hé, hey man, gek. Scott, dat is cap in het tweetje. Wat is cap? Sparrow is lekker, nee. Ik vind Sparrow echt oprecht gewoon niet lekker, man. Ik ken hem liggen, maar... Deze snikkeren. Ja man, Henk. Maar ja, ik ben op een missie, hè. Dus dan moet je prioriteiten stellen. Ja, wat zeggen jullie me? Wat zeggen we dan? Rens AK. Wie vindt? Nee, papi. Je kreeg van Chief. Ja, klopt man. Ik hoorde inderdaad dat er bij zijn 1-0 staan. Klopt. Goeie toch? Missie nieuws dood knallen. Nee joh. Niet nodig. Bro, Luc CDM. OSCP. Ja, ik heb mijn echo een paar dagen naar 69. Ik heb die stand gebruiken. Maar wacht, grof werken, Rens. Best Real, Barça, Barça, man, Henk. Voor mij dan, hè. Niet kwijtraken, hè. Nee, echt niet. Wat heb je? Ja, hij heeft een gouden AK. Oh. Ja, mooi toch? Wat zeg je me, Wes? Wat zeg je me? Het is dat ik geen ammo meer heb voor mijn AK en dat de ammo-boxen op zijn. Hij gaat dus voor die AK trekken. Ik zei het toch? Beetje inleer van die tunes, ja. Scap. Beetje delen, ja. Samen delen, ja, samen spelen. Bro, ik heb geen ammo, dat is gewoon het hele punt. Ja, ik meteen, ook. Ik neem nu die AK mee, ik ga nu meteen de pakken. Ja, moet jij lekker weten. Ga maar lekker vechten tegen 13DC, jongen. Hey, what the fuck? Ik deed het gisteren ook, toen kon ik mijn wapens niet herladen. Stond ik hem weg te leggen of niet? Eigenlijk wel, maar ik ga eens even zoeken. Ja, maar ik pak gewoon een pistol of zo, ja. Als we wat gaan doen, dan wordt het sowieso tegen de Wout, hè? Dat weet je zelf ook. Ja, klopt. Ze zeggen allemaal leuk, Akatsuki wil landwijd, maar...
Deze lost het op voor ze. Hier 5 van weg. Hier 2 van weg. Wow, kijk op mijn rug. En ik heb geen camera op zout. Moet je dadelijk in de auto stappen en dan propstuk doen. Oh ja, dat. Rest van mootje, mee, maatje. Yo, chief. Zie je die AK op mijn rug? Zie je die AK op mijn rug? Die is geglitst, die is geglitst. Hartstikke mooi. Wens, heb je nog veel wapens of niet? Wat zeg je? Heb je nog veel wapens of niet? Ja, ik heb net gewoon de mails gehad. Oh ja, toch, anders had ik je misschien wel, anders had ik je wel MacElf gegeven. Ik had vanmiddag MacElf gegeven toch op eiland dat je was kwijtgeraakt. Dus ik dacht anders goed. Hou lekker joh, geen stress. Oké dan. Weet je wat is het? Ik kan nu wel zeggen, geef die MacElf maar aan mij. Ik heb toch mensen genoeg en dat is niet lullig bedoeld, dat is niet toxic bedoeld, niet arrogant bedoeld. Maar dan kennen die jongens het beter hebben in plaats van dat hun uiteindelijk weer geld moeten betalen, snap je? We hebben achter de mensen weer de stad niet komen, mamootje. Hey Rens, waar ben je? Oh ja. Ik praat nu voor je oma. Ik zet die ecstasy op je zin. Ik ben aan niks aan het zoeken naar water. Tobio, wessie, pessie. Hij is een hekatoontje laag, vriend. Yo, maar Janice. Wat wil je weten, Janis? Hier is mijn geld naartoe, Axel. Hey, best Rijn Kassia of Devin Heine? Die Devin ken ik niet, man. En ik keek vroeger wel gewoon dingen van Rijn Kassia, man. Dus ik zou dan toch eerder met hem gaan. Voor die feit. Hoe bedoel je, Matthijs? Als ik die mint was, heb ik weer 10 miljoen of zo. Amir heeft veel last dit.
Nee, niet echt, man. Skip, skip. Je had eergens had je nog alleen AK. Helaas niet. Ik ben een Discord aan het maken van Jalisco, zodat ik, als ik een stad vind, dat ik Jalisco kan opzetten. Maar ik heb geen probleem met controle niet. Ja, we hebben elke rol 5 euro, mat. Ja. Yeah. Katsuki is al rond aan het rijden. Maar... Hey, er staat 100% Wapensmeerpark. Wapensmeerpark. Is er ook politie of niet? Nee. Toch kom kijken dan. Hey, heb je AK in? Ben je serieus voor elke rol 5 euro? Nee, weet ik veel. Ik denk misschien lukt het. Welke auto's hebben wapens? Ja, maar je kan het, je hebt toch gewoon eigen ammo en dat kan jij met je kopen. Ja, ik koop morgen gewoon wat voor jou op school. Boeit mij dat nou wie voor de deur staat bij mij. Die RS6 wijdvolume moet echt sneller gemaakt worden, bro. Hoe hard gaat die daar, joh? Nee, dat is geen IRL-trader. Yo, Wes, ik was diegene op eiland die je doodschot, dat zeker is, dus ik kan er niet veel aan doen, ja toch. Maar je snapt ook wel waarom ik je dood heb geschoten. Ja, ik heb geen ammo. Ik ben met de chickie van Ver, ze vraagt voor mijn been en ik zeg de volgende dag. Yo, oma Janis, thanks voor de follow, maatje. Wat vinden jullie van de nieuwe gif chat die daar boven komt? In plaats van gewoon een plaatje, zeg maar. Komt erbij. Ik had hem geript. Zij die dan. Ja, Middelpark. We waren net op Mainweg. Veel auto's. Nu zie ik ze niet echt. Jij zag ook kom even terug of zo. En 1 seconde later krijg ik Eddie. Hoe bedoel je nieuws? Kom even terug. Volgens mij is dat... deze comment, man, even kijken. Ik heb er geen idee eigenlijk. Ja. Ja, maar we hebben toch bijna examen. Oh ja, subsound, dat was het. Vond het een beetje raar, ik rende naar je toe en was nog iemand die wapen op je richtte en je schoot, dus dat vond ik een beetje apart. Maar niemand had wapen in mijn zicht op mij, CJ. En ik hoor niemand iets roepen met handjes omhoog. Ja bro, dan ga ik voor de kill, zo simpel is het. Oh ja, klopt man, dus ik weet wat je bedoelt. Ah, rauw gewoon rood, ja dat is fijn. Dat is fijn. Hé Ruud, ga ik een keer naar de dokter? Hoor je mij? Je hoest, letterlijk in de porto. Er is al mijn porto in. Ik wou even zeggen dat er... Er zijn twee vrouwen voor. Ja, nadat ik hem had getrokken man, CJ, toen hoorde ik pas... Vandaar, en tot die tijd hoorde ik niks toch? Ja, dan trek ik gewoon mijn wapen man, dan probeer ik gewoon nog iemand te schieten, snap je? Dus vandaar dat ik je uiteindelijk toch gewoon nog schoot man. Dus dan weet je in ieder geval de reden waarom ik uiteindelijk nog schoot had op je. 1, ik hoorde niemand. 2, niemand richt een wapen op mij.
ja, dan... Ja. Dan schiet je. Er stond nog iemand naast me toch, maar die zeg je niet. Ja, kijk, had iemand al lang geroepen naar mij? Dat deed je zelf ook. Dan had ik gewoon mannen mogen dan, simpel. Maar ja, ik hoor niemand, snap je? Ja, dan schiet ik. Dan moeten ze zorgen dat hun praatcirkel duidelijk is. Wat kwap had je eigenlijk, CJ? Want uiteindelijk hebben ze mij met Kelevin nog gered, man. Omdat ik omhoog geholpen werd door de trauma jullie. Ja, toch, happy. Hallo? Yo, yo, Karel. Ja, Ruben. Yo, watje. Lexi, ben je nou schieten? Nou, een beetje af en toe. Ik ben even mijn handen wassen. Gaan we schieten, Ruben? Nee. Ja, pik. Kom maar. Kopen ze iemand een pistool? Een pistool kopen? Willen we? Zij is loot. Zij is loot. Ze kent mij niet, ik rip haar gewoon. Weet je, dat is Wela, bro. Dat is daarom, ze kent mij niet. Zij is, ze is loot. Fuck, we had it, bro, we had it. Snij de pistool. Pop green and we get roof control. Maar dat is hoofdprijs. Ah, die vind je, ja, dat zie je. Begrijpelijk. Future of een paar mannen dood. Nou ja. We gaan het meemaken, joh. Of ze moeten goede dingen doen. Dan heb je nog kans dat er nog wat wordt, maar... Als snel een pistool. Ja, nou wat ik heb dan, ik weet niet... Hallo? Wij misschien wat heeft. Niemand heeft gewoon een pistool of zo, gewoon een pistool. Dat is een pistool, hè? Wat is een pistool? Yo, Karel, op terrein, op terrein. Ja, wat gaan we doen dan? Gaan die dingen voor ja, je hebt twee pistools. Je hebt inkoop en verkoop. Wij zijn offie-gamers, dus wij moeten de verkoop hanteren. Oh man. Ik heb je net nog geappt, je negeerde me gewoon. Oh, serieus. Oh, ik had nog niet gekeken, maar vandaar. Dat vind jij dat ja? Waar de heet? Hij rustig aan, Alexi. Ja, ik heb geen idee wat de normale prijs is. Zo zit hij er gewoon 100 jaar bovenop of zo, weet ik veel. Ik heb dat ding überhaupt nog nooit gehoord of gezien, nou. Wat? Dat is die zwarte pistool. Maar dan met die dingen. Is die shit dan of zo? Dat is dit ding. Hey. Ja, hand omhoog. Nee, maar waarom is dat ding zo goedkoop? Waarom is dat... Is of is alles gewoon heel goedkoop geworden? Oh, je moet ermee kunnen schieten, zeg maar. Alles is qua handwapens zijn gewoon 320k verkoop, 323. Oh. Welke kat is het dan? Welke categorie? Twee. Categorie 1 is volgens mij alleen slag- en steekwapens, toch? Dus deze die komt hier wel of niet op? Wat? Komt deze hier op die wapens of niet? Slag- en steekwapens niet. Oh, oké. Okay. Ik heb nog een messie voor je, switchblade. 65k, ik kan hem ophalen. Maar deze meneer zegt tegen mij is hoofdprijs. Voor wat doen jullie het normaal? Het is geen hoofdprijs. Dan? Prijs, als ze van mij wil kopen. Het is gewoon verkoopprijs. Waar zijn jullie? Terrein of wat? Ja, ik zet terrein. Maar wij moeten verkoopprijs hanteren alsof ik ging. Dus vandaar. Ja, nee, dat begrijp ik. Alleen omdat hij zei van ja, ik doe het voor het hoogste weg. Dus dat... Ik snap nou, nee, hij bedoelt zeg maar van... gewoon wat normale verkoopprijzen zijn, maar niet voor dat je voor inkoopprijzen kan drie nog kopen. Wat mammoetje. Oh nee, ja, kijk, dat is logisch. Denk ik dan, hè, denk ik. Maar, weet niet maar dat ding is kut, zijn. Zeg jij. Welk ding? Dat je net, dat, die pistool. Toch? Of is het gewoon normaal? Ik weet niet, kun je schieten, kun je niet schieten. Kut, maar de even want toen ik nog in de stad was, toen was een pistool echt 85. Dus ik begrijp niet. Nee, klopt. Ze hebben die dingen wel veranderd. Maar 85, nou, dat is ook nog geen regels, hè. Dus dan kon je gewoon de vrije loop, kon je wapens kopen. Heb ik ook een keer een fully AK verkocht voor 2 miljoen. Hoeveel gaan AK's nu dan, mini AK's? 6, 35 of zo, mini AK of zo, of AK. Iets in de richting. Tussen de 5 en de 6. 35. Maar die zijn niet meer veel in de stad. Dat ze die echt apart doen, zeg maar. En hoe heet zo'n ding ook weer? Ja, volgens mij zeg ik het een keer maar een score of zo. Ik ga even kijken voor je.
Scorpio gaat voor 568. Hebben jullie die liggen? Ja, ik kan wat regelen voor je. Heb je blok of niet? Ja, nee, dat dus niet. Dus dat moeten ze vragen. Dan gooi ik het bedrag wel omhoog. Want dan dek je in principe gewoon de blokken die we moeten hebben, zeg maar. Ja, is goed. Ja, hoe werkt dat nu? Wil je de ammo bij hebben? Ja, tuurlijk, ja. Ja, toch. Even kijken hoor voor je. Ook genoeg hoor ik. Scorpio 568, maar... ook voor 85, 60 erbij. Want ik heb hier niet echt verstand van toe, jongens. Maar 640k waar kun je tussendoor... krijg je een Scorpio. 640 voor een pistol? Broer, met nee, ammo. Voor een Scorp. Voor die Scorp, ze wilt Scorp. Oh. Don't je lager zeg een pistol dan, daar schiet je toch niks mee raak. Of wel? Scorp wel dat. Maar ik bedoel gewoon dat... Ik bedoel dat... Nou ja, Scorp is best wel lastig hoor. Nee, het is niet lullig bedoeld, maar Scorp zit gewoon over record. Vandaar. Dus als jou niet met de pistol iemand kan raakschieten, dan ga je met de Scorp ook niemand raakschieten. Maar ik... Dat wat is niet lullig bedoeld, hoor. Basic... Nee, weet ik. Maar wat is die normale basic pistol gewoon die er altijd gewoon was? Vroeger had je M19. Ja, je kan de Smith & Wesson proberen. Maar die M19 is er niet meer. Is er nog wel. Denk ik, moet ik even kijken. Hoeveel gaat die? 3,23. Kan ik die niet voor je kopen? Ja, tuurlijk. Met ammo? Ja. Maak er 93 van. Ja, is goed. Scooto komt er langs, we zijn de lul. Nee, joh. Ze hebben toch niks te doen. Willen we meteen ook gewoon een steekwapen? Of niet? Wat zeg jij? Ik heb geen idee, man. Ik weet niet of je iets hebt aan een steekwapen. Ik heb een switchblade. Maak er 54 van. 450. Zou ik ook een pistool voor jou halen, Lot? Lex? Hoeveel mensen heb je? Het. Weet, ik heb mijn aims aan. Kan goed shooten. Oké, doe maar twee M19 gewoon. Twee keer. En dan ook voor twee keer ammo. Twee keer ammo, maar ik doe wel gewoon één ammo box dan. Ja, er zit 250 kogels in. Dus als je dat dan... Oké, ja. Ja, ik heb echt geen verstand van, want ik heb echt te lang niet meer. Dus komt dat goed, ik bereken wel even. Komt goed. Maak je er 97 van. Ja, is goed. Gewoon naar jou... Nou ja, ik weet even niet... 4-3-1. Ja, je gaat op je mobiel. Dan ga je naar de bank. En dan doe je bij voornaam typ je mijn geluksnummer in. Zoals die 4-3-4-1. En dan doe je eerst een eurotje, ja, dat je gewoon even test. En dan kan je gewoon in die bank gewoon blijven, ja, zodat je daarna gelijk het juiste bedrag kan doen. Ja, waarschijnlijk wel skips in, maar wij moeten gewoon een vast bedrag hanteren, snap je? Ik heb er al wat iets opgegooid, omdat ze geen blok moet heeft. Moet er niks bij achteraan of zo? Want ook nee. Het is gewoon puur alleen ID. Druk. Alleen ID. Maar, worden we niet gescand, bro? Bro, luister, ik heb al van Zuiderveentijden alle vertieven stammen. Maar dat kan je nu ook gewoon meenemen naar mijn kelder. En dan steek ik gewoon de mensen in je huigje en dan zoek je het uit. Maar jij krijgt niks binnen nu, maar ik druk op die knop. Ja, je moet 4-3-4-1 doen, bij voornaam ID. Ja? Dan doe je twee tapjes zeg maar naar beneden toe, dat je bij die bedrag komt. Ja, daar doe ik één en dan niks. En dan op overschrijven, dus moet je eentje weer naar beneden, zodat je zeg maar zelf op overschrijven drukt. Wat zei dit? Je moet hem achtervolgen met Kila. Ja, dus nu heb ik een euro gekregen en dan ga je gewoon een pijltje omhoog, of een spier omhoog, hoe je wilt doen. 790. Je hebt 19 kogels nodig, kom maar naar de... Ja bro, chat. Gaan jullie bij haar in haar chat nodig. Ofzo en zeg hoe ze het moet doen. Ja, top, ben ik zo terug. Heb ik nodig. Wie had M19 kogels nodig? Ja, ik heb zelf 0, maar ik weet niet wie erom vroeg. Hoeveel heb jij dit dan? Ja, ik heb er 121, maar ik heb Scorp en pistol. Oh, dan moet je gewoon houden, joh. Dan moet je het niet weggeven. Kom, pak ook zo. Meer activeren, hè? Ja, ik ben down. Ik heb al minus bij. Heb ik daar wel de munten voor? Contant eigenlijk, volgens mij wel. Regel even nummer van mij. jullie blijven ook echt allemaal hetzelfde. Tududududu.
Rustig maar, Romano, met jouw matje. Hallo? Yo. Oh, Rens is al weg. Poh, als ik mis 4k contant. Pondemok. Dankjewel, man, Nieuws. Ja, voor wat zou het nut moeten hebben, Nieuws? Dat is zeg maar eerder de vraag. Hou er wel rekening mee dat als je voor je dan beschoten wordt en je hebt niks op je, ga dan niet dom wegrijden. Want dan was je waarschijnlijk ook niet dood gegaan, snap je? Ah, die fietsje toch. Aan de kant, vriend. Oei, ik word moe van mezelf. Ik vergeet weer kookblokken. Oei, joh. Oei, ik denk een wapen in RS4, man. Waar? Ik denk net een recette is gekomen in Mailpark. Ja, toch nieuws. Rest gaan, matje. Misschien richting Mailpark. Hangt er echt vanaf, Manus. Kijk maar gewoon, als ik blij ben te komen, ben ik er dadelijk al vanaf. Dan kan je de volgende keer weer checken, man. Oh man, Kim. Yo man, verder. Lekker maar, Sam. Ah, loop even mee naar mijn voertuig, wij willen. Oké. Okay. Kan je even instapje? Maar Loesje dan? Maar instap in auto. Ik heb ze in mijn dashboardje gelukt voor je. Karel. Hoe doe ik dat open? Kaaspier. Super, dankjewel. Nuttig. Ja, zorg alleen wel als je het hebt, dat je ten alle tijde ook een holster bij hebt, ja? Dan trek je hem sneller. Oh ja, klopt. Dat is wel handig. Ik weet niet welk nummer dat is voor de vrouw, of dat gewoon uiteindelijk hetzelfde is, maar... Dan moet je wel even rekening mee houden, dat je die wel pakt. Ja, dat je hem gewoon af en toe... Ik heb alles vergeten, dus... Maar wel goed. Ja, toch, geen stress. Dan is duurt het iets van 3 seconden, en met de holster heb je gewoon binnen 1 seconde, heb je hem. Ja, nee, super. Dankjewel. Ja, toch, geen kan ik jouw nummertje overnemen? Nee, natuurlijk. Maar sinds wanneer ben jij er dan, Lexi? Echt niet, gewoon. Ik heb haar de stad ingelokt. Wat is je naam? Nou, beter. Wesser. Maat. Wow. Met je Wesser. Mag ook. Ja. Ze is al lang weg, hé. Echt al bang. Ja, super, dankjewel. Ja, toch. Hou er wel rekening mee. Kijk, nu kunnen we even snel 2 wapens weggeven. Het is niet dat elke keer zo is, joh. Ja, uiteindelijk nee, moeten we ook dat, de jongens van ons gewoon goed wel zetten. En uiteindelijk ook gewoon onze groeperingen waar wij goede samenwerking mee hebben. Ja, nee, begrijpelijk. Stel, nee, er blijven super af en toe wat dingen over of zo, dan kunnen we altijd wel hier en daar wat weggeven, maar... Ja, het is nee, dat die halve tam hier naast me kent. Hey, 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 hey. Nee, heel erg bedankt. Ja, toch. Rustig aan, dames. Fijne avond. Jojo. Hi, Lobby Flobby. Ga jij rijden? Lolly. Ik ga rijden, dat is niet goed. Zijn jullie aan het activeren dan? Ik denk dat ik aan het rijden. En nu die roze auto, hoe ga ik je uitrijden? Beuken. Waar rijden jullie? Ben je lager gaan, Karel?
Oh, jij lag daar bij die muur. Hé, hey, wat is er met G-Caro gebeurd? Hé, meisje. Hé, meisje. Hey. Wat is met Karel gebeurd? Wat? Wat is met Karel gebeurd? Karel die is een beetje beperkt, die kan niet zoveel. Ah shit, is die gevallen? Mm-hmm. Vanaf wat? Ik heb geen idee. Oh. Volgens mij van dat dakje. Heb je hem geduwd? Oh. Oh nee, dat is geen. Heb je hem geduwd? Hij was met iemand anders. Met die rode ogen ofzo. Rode ogen? Ja, roze ogen weet ik veel. Oh, roze ogen, oké. Okay. Welke kleur ogen heb ik? Ik weet het niet. Kan je even kijken voor me? Zo, gaat het? Hallo? Hij heeft niks op zak, dus niet waar. Ja. Maar hij had niks op zak, zei je? Nee. Toch. Hey, Karel, had je wat op zak of niet? Met de game is ook game. Tripping, maar wij schijnen niet voor je liggen. Als was je nooit dat dak op gegaan, dat weet ik ook wel. Hé, hey, maar pa, ze blijft al bij je zitten, man. She stays on your side, my G. See a real one, Karel. See a real one. En waar is iedereen, man? Yo. Ik ben een beetje aan het checken, toch? Ah, ik hoor jullie wel, man. Ik zie alleen nog niet echt veel, man. Ja, ik zag net wel aan, man. Net zag ik een achtervolging, maar nu zie ik niks meer. Karel, check je magneet, Yusu. It's cap. Stop the cap. Stop the cap. Snap je, chat? Deze is voor Karel. Stop the cap! Ik ga er wat stuk om jou, jongen. Hey, chat. Hey, maar chat. Gooi iedereen even die like op de stream, man. Ik zie, we hebben bijna 100 kijkers, maar we zitten op 57 likes. Kom aan, push die like eens even, joh. Yo, man, peerbeer. Hoe zet jullie me zo met die likes, man, chat? Shit. Stef, ik skip gewoon Champions League om voor jullie te streamen. Oei.
Rest van Damien, met jou, matje. Wie moet spelen? Ze zijn nog bezig, man. Paris-Barça of Barça-Paris. En je hebt Dortmund Atletico, dacht ik, man, Karel. Ja, je hebt Dortmund Atletico en Barcelona-Paris. Dat staat 1-1. En Dortmund staat 2-0 voor, zie ik. Stabiel, stabiel. Barça is gay bezig, ja, maar ja, met 10 man. Dat wordt lastig. Hey chat, ik moet even snel wc en dan gaan we activeren, man. Ruban. Yo. Kan ik instappen of nu? Waar ben je? Drive. Kom hier op park. Maar ik ga zoals dat bij, man. Niks te doen en ook niemand komt. Niks te doen. En de wc en dan ben ik er weer, man. Er zijn echt wel wapens, maar ja, ik ben er ook. Kunnen we zo niet vinden, hè? Ah, ik ben zo terug. Er gaat er niemand mee komen, denk ik. Mensen gaan route 15 op wat? Ik ben weer op park. Yo, drillers. Ik zie een blauwe kajan in de berg. Ik ga bij olievelden. Ik ben nog bij olievelden. Wat? Want dit is A6 maat. De boys komen olievelden. Ik ben met de chickie van Ver, ze vraagt voor waar ben je en ik zeg de van Rotterdam. Ken je dat niet horen dan? Santi is mis, die gaat scoren man. Yo. Yo. Zijn er wapens, zijn er wapens? Ja, volgens mij wel bij olievelden hoor ik van Ruben. Ruben, kan je eens locatie sturen? Ik kom naar boven. Ja. Jij gaat wel rijden, man. Nee, bro, jij gaat rijden. Wel, joh, jij gaat rijden, bro. Bro, ik zou niet raar zien laten rijden, man, vanavond. Daarom. Bro, ik wil slapen in die auto, jongen. Ik heb geen zin om maar te rijden. Maar ik moet even zoen, toch? Iets rijden. Ja, oké. Okay. Waar ben je? Ik ben boven. Ik ben beneden. Ik kom naar boven. Ik probeer je te bereiken, man. Wie ben je? Zo naar boven. Heb je auto boven? Jojo, vertel. Hey. Momenteel niet, man. Hey, pik een baas. Druk bezig. Ja, toch? Is het. Ook niet iemand van jouw groep? Ik denk het niet, man, sorry. Of van je bedrijf, ja? Nee, ik denk het niet, man, sorry. Hey, kan iemand 2-10 wassen of niet? Voor iemand. Nee. Wat gaat aan? Zeg je? Wat? Garage, naar beneden. Wat had je wel hier beneden, broer? Je auto open, Rassin. Oh, zo, ja, dat is goed. Kom. Rij naar garage. Stop in, stop in, stop in. Stop in. Rij naar garage. Ik heb op aan meegedaan. Wat dan? Ik heb wat in de wacht,
Ik word gezet, het is het die, is het die? Waar? Is het die Olievelde? Waar bij Olievelde? Hij gaat linksaf, gaat daar richting Zut. Moet jij gezet hebben? Ja. Welke kleur, Ruben. Hij gaat rechtdoor richting CBR. Welke kleur is het die? Linksaf GZ, zwart. GVS draaien, GZ. Ik zie hem niet meer, man. Hij is zwart, hij is rechtsaf. Nou ja, ik zie hem nog. Waar? Hij is. Nee, het is een grijze man. Waar was hij? Ik zie hem niet meer. Waar voor het laat? CBR Groen Street, die kan. Geen zicht rijden. Lichtgrijs of donkergrijs? Laat me even kijken. Donkergrijs. Die man zet één kogel. Zwarte SRT in Go Street, richting de kapperzaak. Shotgun, zwarte SRT, shotgun. Ja, dit waar is het. Heb je nu een chat? Een seconde, ik ben erbij. Rassim, rij alvast naar buiten. Wacht, laat hem praten. Kom naar boven, Rassim. Waar gaat hij in? Hij gaat ramen van Stadia naar rechts richting UBV. Hij gaat rechtdoor langs UBV. Daar gaat hij naar rechts richting Blokkenpark. En bij Blokkenpark gaat hij naar rechts, dus bij Blokkenpark afwijzen. Hij gaat rechtdoor richting CBR. Jullie stappen daaruit, toch? Ja, maar we hebben niks werk. Ja, ik zie het. Hij rijdt er. Waar gaat hij? Ja, iemand gooit zijn auto vol voor mijn auto. Waar gaat hij, boys? Ja, ik ben hem kwijt. Iemand gooit waar was hij? Voor mij. Rechtdoor Olievelde. Rechtdoor richting Olievelde. Ik ga mijn auto repareren. Zwarte SCT, toch? Yep. Ja. Gaat hij naar Middelpark? Olievelde, dat is Joop. Door naar Middelpark. Gaat hij naar Middelpark? Ja, dus wij staan daar. Ik ben er ook bij naar Middelpark. Ik heb zomaar weer een ander ook en ik heb rood knipper in het lampje. Wat weet is niet dit, waar, die waar ben je? Ik ga je politie inpaard. Jo, meneer. Ik ga elektricien geruisd staan, ja? Meneer. Ik ga naar Middelpark. En mijn auto valt uit hier. Tuurlijk, Karin. Ik gooi je handen omhoog als ik kan. Ik kom eraan. Bijna, bijna. Ik ook. Ik gooi je handen omhoog, Rick, als je ons nog hoort. Hij heeft zijn grenzen. Wie, Rick? Ik ben deze tijd, Karin. Waar rijden jullie? Ja, hij heeft zijn grenzen. Ja, meneer. Hij is sterk. Niet schieten. Wat is jullie locatie? Laatste locatie. Laat hem instappen in die ST. Amarok. Kijk, hij shot op, jongen. Hij was uit. Hij gaat naar Olievelde. Ik hoor ze kallen wit uit. Ja, zo wij. Olievelde de berg in, man. Hey, wie kan met ons die Amarok fighten? Ik, jongen, altijd. Hey, kom die berg in, we gaan hem fighten. Wij gaan uitstappen op puntje. Hier is deze tijd. Ik boven, we stappen uit. Welke berg? Denk Olievelde. Snel of rode pak, wat chat. Hallo, ik ben nog roze. Hij is Olievelde boys. Ja, Olievelde berg. Wij gaan naar route 15. Wij draaien om, we gaan de andere kant op. Alles gewassen maar, Mathies. En een behandeling pakken en even samen auto repareren. Die man. Oh, hij is kwijt. Wat een seconde. Zijn we die shot kwijt? Kan deze komen? Ja. Wie is roze SD? Eiken man. Maat, ik volg één iemand net 10 seconden, ik wil meteen gezet in. Lupin is op mijn missie, broer. Wat zijn jullie?
voor zijn hele heel peloton. Nu langs tot de show. Ze zit achter een roze SRT. Ja, ik ben ook een roze, man. Wat zijn jij nu richting DC kantoor? Ja, ik ben hier groene RSK3. Hier RSS af. Met die gekke velgen. Dat is een DC. Oh joh, ja. DC kantoor nu heel veel auto's. Ja, maar wie is dat? Wie is dat achter van? Niemand van ons. Niks van achter ons aan, ik ben in safe. Ja, goeie. Ja, ik kan safe, ja toch? Ja, we zijn er. Is die blauwe SK3 dan? Ik ben een groene. Pepe, jij bent die roze toch? Ja man, ik sta bij Olievelden dan. Mijn auto is maar rij niet in de berg op. Nee, ik sta mijn auto te repareren. Oh wat, een roze SD en een blauwe SK3 rijdt de berg op in Olievelden. Ja, dat zijn die mensen die gevolgd werden, man, die roze SD. Ik ben jij dat? Ben jij die zwarte? Ik ben die zwarte, ja. Ah, ik moet even maken, G. Time. Kom naar boven, Ik ben welke auto had die shot hier dan? Doe maar maken, Karel. Zwarte ST met een roze shirt. Ja, met roze shirt. Ik heb ANWB, G. We smaken niet zo. Ah, zie. Voor het laatst gezien, Ruben. Wie zijn die auto's nu omhoog komen rijden? Cupra die naar boven komt. Groene Cupra? Ja, in de buurt van CBR, man. Hij gaat sowieso geen headpick op me pakken, ben je gek. Ben je gek of zo, hé? Ben je klaar, meneer? Ga maar knetten. Ga maar knetten met mijn gouden boa. Ah, broer. Ga maar knetten met mijn gouden boa hier op de tak. Wie is die rode RSK3 achter die groene? Hé, hey, grijze RS4 had die wat. Ik ben rijden, pik, kan je rijden? Wie is dat? Wie is die rode? Laat mij, ik weet. Een rare man. Bandje, bandje. Waar is er? Ik heb iemand een bandje geschoten, ik zag gewoon. Kom maar aan. Auto? Rechtsaf, Pimpshop. Hart SCT. Hey. Naar waar gaat die, Ruben? Hij valt uit. Waar? Bootje, waar gaat die? Hij is in een SRT gestapt. Waar? Ja, waar? Waar nu? Richting BP, stap in, Jero. Snel in, Jero. Richting BP. Wat is ik ben BP. Ja, BP en nu SRT. Ja, welke kleur? Rechter achterkant rode garage, grijs. Dit achter. Die kast zo. Ja, BP. Ja, welke kleur? Ja, die SRT, BP. Moet ik je pers in het Discord van de gang om erin te zitten, mag het ook in-game zonder hem Discord. Hij gaat richting oud AWB of oud AB. Als je volgens mij niet bij een groep zit of zo, dan mag je volgens mij gewoon. Letterlijk. Hoe heet dat? Waar gaat hij? Gewoon in stad zijn, omdat je in een call of te zitten of zo. Hey yo, chat, chill, bruv. Hij is sowieso niet links, maar hij is sowieso omhoog aan de non. Krijg je daarvoor een lamp? Goh, deze stad. Hey, rode RSK3 wordt waarschijnlijk een stapje over. Rick zei later. Van Rick als... Hey, chat, hou die shit uit mijn stream, man. Geile honden. Was net bij mij een Rick zei dat we moeten laten. Later. Nessen was... Nee, Akatsuki was ook in een rode. Ja, maar skip dat. Als Rick zegt laat gaan dan gewoon. Wat is goed? Dus ik zie jou terug. Ik kom uit, dus ik zie jou terug. Ik kom eraan. Allemaal op die brug, allemaal op die brug. Dat is DZ, Eentje wordt geen sub. Wordt iemand geleefd? AK op de brug, dat is gewoon DZ. Ja, ik hoorde tanden van AK staan, broer. Broer, dat is vieze AK, man. Wij hoorden het alleen, we konden het nog niet zien. Witte SRT op die brug. Ja? Dat is een grijze, hè? Ja. Ja, grijs of witte, bro? Grijs. Ja, je zei wit-grijs, toch? Dan mogen we die gewoon pakken. Ja, wit is wit en grijs is ook wit. Ja, is goed, ik denk weer AK. Shotgun, G. Zo dan. Ja, op die rode brug. Even, get it up, boys.
Mag ik even kijken? Ja, maar we mogen niet doen. We mogen toch die witte ST nog pakken? Witte ST mogen we wel pakken, de rest is wel benen geschoten. Afrikaans pistool. Hij is benen die. Ja, dat weet ik, maar we mogen niet mengen. We gaan wegrijden. Nee, die Afrikaans gaat niet wegrijden. We kunnen hem maar luister nou. Hij is benen. Hij plicht enkel, wat zie ik? Maar hoe niet? Hij is benen geschoten. Hey, is die FT overgestapt? Is hij van die ST? Nee. Ja, nee. Dat mag ik gewoon niet doen. Hey chat, laat die zit even in mijn chat, ja. Die witte ST is daar uitgestapt. Ja man, Damien, en jij maatje? Maar die stoot met die shotgun. Boys, die Afrika met wit shirt heeft... Dat hieronder. Ik weet, maar er mocht niks. Nee, we moeten wachten tot hij wegrijdt. Hij rijdt weggerijd, hè? Hij rijdt weg. Nee, wacht. Maar je moet 5 minuten wachten, bro. Oh ja, moet dat? Wat doe je? Ja, nee, het was sowieso onze radio. Staat in de APV string. Nee, want dit is hij niet. Niemand heeft gedaan. Hij volgt gewoon Jeffrey. We kunnen hem, dus hij is nu volgen letterlijk volgen weg. Tot hij op ja, we kunnen hem ook gewoon volgen. Net volgen, maar als hij op ons schiet, dan hebben we een reden. Ik volg hem gewoon. Nee, ik heb hem zien schieten, letterlijk. Weet ik, maar hij is sowieso helemaal weg, dan mogen we hem toch pakken. Dan gaat Mace Bencarina naar Grove Street. Oh, wie rijdt mij aan met die SG? 5 minuten moet wachten. Ja, dat is een matchje. 5 minuten wachten en nadat hij weg is. Maar volg hem voordat hij op jullie gaat schieten, dan is het ons. Hij wacht 5 minuten, dan volg hem en wacht 5 minuten. Yo, hij gaat boerenwinkel naar BP. Bro, jullie zijn er letterlijk echt hoorschoon. Yusu. Hij kan het ook niet in Porto ofzo. Laat maar. Hij rijdt de rode garage in. We krijgen zo'n harde setup. Ik rij achter. We rijden hier met 4 wagens achter, dus. Rijdt auto B richting nieuwe AB. Links af, richting plezier af. Weer auto B, achterkant, rechts af, richting plezier af, tanks. De af richting BP weer. Waar nu? Richting BPA. Luister, als het 14 is, mogen we hem pakken. Ja toch? Rechtsaf boerenwinkel. Wie is die zwarte RSQ3 voorop? Ah, ik kan hem nu letterlijk settippen, ouwe. Weet ik maar. Dat maakt niet uit. Pas op, we gaan zo setten koppen. Dan moet ik gewoon wel pakken. Ja, maar we rijden met een winkel. Fucking wagens achter. We moeten weer naar het scenario aan het namen. Hij gaat een agent koppelen aan ons. Ik denk dat hier niemand... Waar rijden jullie? Ja, dan komen we allemaal even zien. Nou, allemaal politie ook weer achter ons. Dat slaat het op. Ja, maar tuurlijk, we zien 30 auto's gaan ze volgen, dat is een dikke power game. Gaat richting Olievelden. Gaat ze zo groter? Waarschijnlijk dat nee. Is op zetten. Hij gaat linksaf, hij gaat de berg in. We hebben letterlijk allemaal off-roader, broer. Wat denk je allemaal? Gaat er iemand denk ik uitstappen zo, man? Als hij uitstapt, is hij hè? Naar beneden. Hij gaat route 5 onderdoor, denk ik. Ja. Nee. Hij gaat die jump nemen, de snelweg op. Gaat midden snelweg op richting BP. Nog een minuutje, collega's. Richting ziekenhuis. Gaat hij weer de berg op? Richting nieuw oppak. Hij rijdt weer terug Olievelden. Bij winkeltjes is hij weer de berg ingedoken. Zeg maar tegenover waar we net reden. Wie is die roze? Die heeft al die politie. Ja, die heeft al die politie. Rij gewoon de berg in mee, volg ook. Ja, ik zie, hem niet. Ik zie hem niet, man. Boy, gaan we niet... Middenpark in. Ja, broer, je hebt hier toch heuvels, broer. Ik moet aankomen, blijf in Middelpark winkeltje. Grote winkel Middelpark. Hij komt uit bij Middelpark winkel, ja. Gaan ze zo doen, ja. Je gaat nog niet verliezen, broer. Deze auto's vliegen, broer, als je off-road rijdt, ook heb. Ja, mooi gaan. Waar rijdt hij? Hey, you? Ja, we zitten ver, man. Hij is sowieso kijk een beetje meer op bark, man. Maar kijk een beetje meer op bark, man. Ik ben sowieso even kwijt. Auw, kut zo. Ja, jullie... Ja, wat jullie? Ik rijd in de berg achter, maar als ik vol gas ga, broer, dan vlieg ik. Kijk maar een beetje rond, kijk voor Riola. Wat is dit junkie allemaal komt weer achter mij aan? Je hebt toch een RSQ3, die verlicht niet, maar. Nee, is goed, vriend. Nee, is goed, Ruben. Dan ga je janken altijd. Ik ben zo triest, man. Ik zou hem voor 1 zetten, anders wat voor 2 zetten, maar voor 4 zetten. Ja,
wie praat daar? Want die praat echt, zeg maar. Ja, je moet je mic iets harder zetten. Kom er joh in, kijk of je daar is. Ja, ik ga er nu ook in. Karel, wat ga je met die agenten doen? Ah, broer, ik ga ze loser zetten, Mathie. Maar niet op rood, want dat gaat fout. Ik kan zo gewoon weg. Wes, wat heb je gepraat bij andere gangs over je money? Ze zouden ze daarover moeten praten. Ik zie het niet in Rio helemaal. Er wordt geschoten op Blokkenpark. Ja, dat weet ik niet, ik hoor pistols, bro. Daarnet zaten we ook achter een grijze SRT, toch? Die rijdt op midden snelweg richting rode garage. Zullen we hem gaan pakken? Dat kan wel. Hij keert weer om. Wacht even. Hij rijdt richting Meelpark, man. Ik ben niet meer op park, broer. Dat zou net, man. Hij is volgens mij die snelweg afgegaan. Ze zouden zo op momenten praten. Het zat net afgekoppeld, dus ja, klopt. Lig op de kop in de sewer. En look at locatie, kom maar. Gaat ik aan. Ik ben om de hoek, per uur. Ben je boven of ben je beneden? Nee, ik heb al gefixt. Door de kip gezet. Wie is die andere die op de kop ligt daar? Ik weet het niet. Ligt er nog eentje hier? Is het allemaal van ons hier of wat? Wat doen deze gasten nou, hoor? Kijk! Ze was uit. Waar zijn jullie? Jezus, hij zegt nu. Hij is wel uit aan het proberen. Maar dat is dan over mijn geld praten, ik snap jullie niet, man. Ja man, daar maar gaan lekker. Ik blijf gewoon bij jou toch, anders ben ik bang. Oh, oh. Bro, het boeit me echt niet als mensen over me praten, man, oprecht. Ik heb dan de avond overleven. Ik maak niks uit, collega. Dus dat moeten we weten, Brexit. Die wapen rippen we toch waarschijnlijk weer terug van ze, dus. Dat je in 5 minuten maar nog niet mag schieten. Moet je bij Lucifer zijn, maatje, de man met de goede regels.
wordt te veel onderwereld hier in deze stad, bro. Ja, maar als hij weg is van die locatie, dan is hij toch gewoon weg van het zolaar, ja. Ja, joh. Ik hoop een scooter, ik heb vrouw baas. Waar rij je, Karo? Ja, daar moeten we niet achter gaan. Ik wil het zagen. Wacht, laat me heel even checken. Ja, ik zaap je zeker. Nee, er valt echt oprecht niks te doen man in de stad, hè. Geen idee, man, Dario. Denk erop die man volg. Ja, hij is ook zelf hier. Yo, man, Damien, what's up? Mooi. Geen idee, man, Damien. Ik weet niet wie je time-out hebt gegeven of wat dan ook. Waar ben je, PP? Nou, richting Blokpark, man. Ja, goeie tocht dan. Ah, laat me met jou meer. Kom, kom richting de locatie. Kom naar Eclipse, appa. Ja, oké. Waren jullie gisteren bij Mailpark aan het schieten? Weet ik echt niet meer. Als ik elke locatie van ons nog moet onthouden waar we schieten, dan... Jullie zijn nog dingen, broer. Ik zat uit, yo. Zo, man. Yo, yo. Hey, Ruben. Wat is hier gaande, Dolletje? Ik weet niet, man. Denk niet, ding. Even checken. Yo, mama, even. Die modshop clips. Glitch is ook in theorie. Hoe bedoel je dat hij die inlaat? Nee, ik ga sowieso geen Rocket League, man. Vanmiddag ook al gespeeld. Dat is echt snel een spel wat ik echt snel zat bij, man. Er is echt oprecht niks te doen. Nee, er is niks bij Karo. Ja, lekker man. Waar rijdt die trein? Lijkt tyfus, jong. Hey Wesley, je bent niet scherp, Wesley. Wat is mijn naam? Van Osserom. Ja, dit is. Oké. Yo, Marop, je gaat lekker, maatje, meer. Zo'n GTA 6. Ja. Doe nog wel even. Als het anders nog door, dan dood. 1-3 pari. Ja, dat is vijf voor Bessen. Ah, goed om te horen, Robby. Zeker weten, een tijdje geleden, man. Welke reset gebruik je? Geen idee, man. Nee. Er is ook oprecht al weinig te doen in de stad, maar Robby. Ik ben middel.
Wat een dode boel zegt is dat. Spelen even GTA 6. Ja, ik ga misschien GTA 9 spelen, zeg maar, moe. Ik heb early access, you know. Early access, kom maar door. Ik zeg eerlijk, Viertje moet ook echt meer twee keer per dag zo'n hairstyle doen, man. Oh, he's knocking. Rennen moet je. GTA 69. Je kan het dus nog eentje op vliegveld zetten. Rippen? Nee. Mensen die lekker aan het verkopen zijn. Ga ik niet meer tijd aan doen. Waar ben je heen, zo? Achter die hangar. Hij staat er niet, dus helemaal druk. Wie dan? Wie vader, de deur. Ik wacht bij de poort, of wij al bij de poort. Ja, ik klom maar daar, joh. Gaat goed, Karo? Ja, ja. Even. Pas ik sowieso door, kijk hier. What's up? Oh, we moeten rechts. Kom. Brug staat hier, onder de brug staat hier. Maar wat is dat, wie? Nee, niet, man. Wat moeten jullie checken dan? Wie is die zwarte? Ik. Heb je een reparatiekitje toevallig gehad? Maar ik rook dit winkeltje, ik moet ook halen. That's right. Zal mij helpen? Dankjewel. Voet mij dan naar Zwift. Ik wil toch het eerst doen in de stad als je een keertje langs rijdt. Nou boys, hier heb je ook een quickcell. Lekker er naartoe met je auto. Ja man, neem hier. 100 man. Yo man, Future. Tweede staf van Basarot. Ja, ja. Hoi, we kunnen weer. Wat ben je door, Luc? Lekker man, chill. Terwijl we jou, maatje. Crow Street winkeltje. Zin om hoor. Live is? Ja. Dan ga ik rustig. Als was je snel bij winkeltje. Dat is. Lekker man, lekker man, goed om te horen chatten. Drie sexy dop. Oh, gaat hij helemaal weer. Oh, oh, ja, dat is nog een repairkitje, mat. Wat doet hij? Hij geeft gewoon nog gas bij. Hé, je moet die groene hebben, hè? Altijd gas blijven geven. Rem is op beetje zwaar. Ja, we zijn lekker bezig, man. 100%. W 100 kijkers. Ja, maar ja, W kijkers, dat sowieso wel. Maar actie in Future is geen W. Lekker, want ook geen die kant maar op. Loopt hij nou bij jou? Zie je maar niemand hier, broer. Even goed.
Hallo? Ja, ik ben wel gericht van mijn Mac. Maar ik had wel eentje meegenomen van Akatsuki. Toen hadden we nog pistol dood voor hun en overdag zijn de jongens wel wat wapens gericht, man. Hij heeft iets op zak, zegt hij, maar ik denk dat hij cap zou kopiëren. Kopiëren gewoon, ik zie hem niet. Ik zie hem nog ineens. Oh, daar. Ik zie hem nu wel hier. Fuck. Gewoon even alleen een telly, broer. Ja, dan heb je toch wat op zak, of niet? Geen ongeluk, iemand zei niet remmen. Ja, het lukt dan eens de golf voor ongeluk. Wetter? Ja, toch slaap lekker maar, Victor. Waar moet ik heen voor die ding, wat? Goed geparkeerd, collega. Haal bezoek, dus ik kan u richting Olivelde. Olivelde was net niks. Maar moet je instappen of heb je repair? Ah, heb je repair kut. Wat heeft Dolk gedaan? Wat zijn jullie? Where are you at? Mijn nieuwe MLO. 2026. Misschien dat dan het staf het akkoord geeft. Yo, maar silent. Ja, het is echt dood. Ik heb bij zo lang naar kijken. Er zijn drieën achter, hoor ik. Kut, bro, ze doen het helemaal gek. Vies de belen ook weer, jongen. Heerlijk, heerlijk. Die handlap heeft gewoon weer gescoord. Radicaal mannetje, jongen, die Karel. Oh. Ik hoop dat Elletje vol op die paal zou rijden, jongen. Ik moet maken, man, ik moet maken. Dat weinig hij lijf, ik ga er zo meteen vanaf, man, Leon. Broer. Ik stap er net uit, bro, ik had gewerkt. Hoe is het? Ja, dat zat je mijn mos dood. Wie kom ik hier tegen, broer? Oh. Wat doe je, broer? Radicaal mannetje. Sukkel. Die doet. Hallo. Mannen spelen gewoon Rocket League, bro. Ik heb al gecheckt, snack. Ah. Net. Een dode stad, dit, what the fuck. Oh man, zeg zo. Hey, wat zijn jullie hier? Ja, ah, succes, heren. Bijna een beetje hier op ongeluk omver. Bro, als ze hier hek hadden staan, waren we veilig gegaan, hè? Hoezo, wat is dat? Een bunkertje bezig. Ah, kijk, iedereen helemaal door. Lekker man, dit is met jou, maatje. WSB, wat doet dit? Ja, er is toch niks te doen, joh. Af en toe moet je even lekker een beetje zelf leuk maken, toch? Is die zwart RSS, die van ons of niet? Nee, zo. Man, begin me helemaal te pitten, vriend. Ik pit hem nu ook te diep, zeg.
Moet hij dood? Ah, ik denk dat hij niet meer verder kwam. Europark, mijn waggie is kapot, Veen. Probeer. Ja, ik ben onderweg. Europark tankstation, Veen. Nee, zo is er niemand is. Ik ga niet tot zo laat leven. Ja, jullie winkel. Vrouwtje gaat ook slapen en zo morgen ook gewoon werken. Ja, had hij holster om? Hij dit. Dit is holster af, denk ik. Dat is een wout, neef. Wat de f. Dat is recherche, of niet? Zie ik. Jo, maar eens. Waar jullie? Ah, hier. Wat is dit dan? Even een reparatiekit, hoor. Ik heb het. Ik heb het gekopen, hè? Dat is heel volgens mij. Ja, het is al gemaakt. Ah, zin om hoor. Yes, sir, Piotr. Ja, ik zeg het jullie echt heel eerlijk, het is echt dood, man. Ik denk dat ik lekker zo de stream ga eindigen. Wat is gewoon een woord, jongens? Gastig. Ik heb er gereden. Had gewoon 6 tellies op zak gereden. Hey, ik zweer, ik vind hier ook dat. Ah, die wapen, zie je. Het is de Martin. Ja? Hij rijdt nou weg. Zie je. Ah, ja, ik zie hem. En die mogen ook gaan, hoor. Ik zag jou nog geen eens, gek. Hier de AZ. Hallo? Doe. Geen idee, man. Oh ja, zes rijdt weer achter mij aan. Gaan we dit weer krijgen. Bergen, maak je niet druk. Nee, Karel. Wie is die AZ? Kom de Bergen, ben jij AD? Cool. Ja, het niet alleen die AZ, die SM Martin moet mij ook hebben. Ja, kom links langs La Puerta. Ja, ik denk gewoon zo de bergen in, maat. Ik ben bij je dingen. Bij Alba Osso daar in de bergen. Hey, Sain, kom naar Vinewood, Sain. Kom naar Vinewood, Sain, maat. Ga gewoon hier links omhoog, man. Ja, ja. Die Aston Martin zit ook achter je aan, ik weet niet waarom. Aston Martin is sowieso deze, ofzo. Ja, hij volgt ons. Tenminste mij nu, denk ik. Bro, maar we hebben oprecht gewoon niet geschoten, niks geks gedaan. Al dik een half uur, drie kwartier lang. Zelfs langer. Ik had die man eigenlijk gewoon dood moeten schieten. Wat zit hij nu achter mij aan, ouwe? Wat is dit? Kom naar Vinewood, zijn. Kom naar Vinewood, zijn. Ik rij boven, weet het, man. Daar voor je man, hè? Hou een keer, kom Vinewood, zijn. Wat is mis met deze man, ouwe? Ja, we hebben gewoon oprecht gewoon geen reden. Ik heb niet eens wat gedaan. Ze zit achter jou aan, ze gaan achter mij aan, vond ik. Ja, joh. Deze man. Ik sta hier, zie. RSQ3 prior. Wordt iemand nog gevolgd? Of dat vind ik echt oprecht de beste off-road auto. Hey boys. Ja, ja duidelijk. Waar rij je toch? Ik krijg de laatste locatie van Karel heb gezet. Hey Karel, ik kom vanaf rechtsonder, zie je mij? Even kijken. Twee man hier, let op zwaar. Die nu omhoog. Ja, waarschijnlijk wel Karel. Ja, schiet ze gewoon. Maar hij is gewoon al uit. Rustig, rustig. Ik ga nu positie pakken. Is Bruin SZT beneden? Bijna, ik ben Eukenman, er bijna. Eukenman. Ik ben er nu op jouw lokaal. Kom maar. Deze ramen kon ik niet schieten, man. Ja, het is deze. 100% deze. Hij weg. Is je dood? Je hebt niks gehad, maat. Hij zijn die blauwe SZT. Waar rij je dan? Dat is mijn nieuwe verrek. Boys, waar rijden jullie? Fijn moet zijn. Ga je gewoon die weg naar beneden of niet? Maar welke is DSI dan? Je witte DBX. Is bruine SAT? Lekker man, lekker man. Rij naar beneden, naar die weg. Kom naar beneden dan. Kom nu naar beneden via die weg, man. Kom nu naar A6 naar boven toe. Blauw ST? Ah, ik kom er ook aan. Blauw ST, ben ik. Blauw, stap hier wel uit. A6 ook. A6 komt van beneden naar boven, hè? Ja,
Je rijdt op mij, broer. We kunnen niet uitstappen. Ze komen nu. Ze komen nu. Beetje rustig, maat. Nog een BC zwarte DBX? Ik. Ben je niet gestreden, PP? Ja, ik kan hier niet uitstappen, man. Kijk uit op die A6, stap in, stap in. Wat? Ik ga gaat toch nog even door. Ik ga boven staan, ik ga dood maken. Of ik ga dood of even. Was je bandje lek of niet? Waar ben je? Rare vasten, man. Hey, hun zijn aan het maken, hun zijn een walkie aan het maken hier. Hij ziet ze door. Hij is doodschieten. Waar ben je door? Ja, hun schiet toch ook op ons. Komen nu neer. Dit wordt min mee of zo, Machet. Ik heb ik achtergelaten, ouwe. Ah, zijn collega is uitgestapt, kijk uit. Ik heb gewoon deze op mij uit, wat? Ik kom weer in 1 minuut aan, maat. Ja, die gasten zijn helemaal de weg kwijt, man. Ja, dit zijn radicale DC's. Hij komt naar jou toe, man. Kijk uit die tijd kan ofzo. Stap in, Rus. Ga naar beneden toe, deze. Ja, daar ben ik, maar ik ben al mensen kwijt. Nee. Karel, rij weg. Of ze hebben nog een goede bril, maat. Vinden ze je zo? Nou, we zijn weg. Ja, toch. Ik ben Karel, boven. Ben je nog boven? Ga weg. Rij gewoon weg, man. Pijnwoord Bart. Jeetzo. Ja. Yeah. Broertje, we gaan gewoon twee mozen rijden, ja. Besef, hè, we hebben gewoon een uur gewoon niks gedaan, hè, chat. Niet geschoten, niks. En één keer gaan ze weer volgen. Pak een auto, Rick. Mijn kleur aanpassen in, hoe heet het, man? Bij off-road dealer. Ja, toch. Dus voor de politieagent die de bodycam kijken, kom maar naar off-road dealer. Ja, maar die Thomas helpen volgens mij, man. Hij gaat die deze hier mij nu volgen, dat is vervelend. Waar gaat dood? Hij komt naar off-road, dus je wat achter je aan hebben. Waar rij je, Bart? Ja, grote plan. Kom naar die Reznikov ding, ja? Steeg. Die steeg. Ja, maar wacht even, je moet even timen, we zijn er nog. Hé, hey, Joep, rij jij in een blauwe ST? Dat doe je niet meer, wat dan? Ja, ze hebben een zwarte kleur. Ja, daarom is het bij mij waarschijnlijk. Ja. Was jij dat dan? Nog vol, Bart. Nee, zit achter een zwarte Q3 aan. Zijn wij niet, volgens mij. Zwarte RSQ3, is iemand van ons? Ja, waar rijden wij over rood nu? Ja toch. Ze hebben het verkeerd. Ah, lekker voor ze. Ah, dragons. Mother of dragons. Ik had daar ook van op lopen maken. We zijn gewoon zo'n gozer die de hele dag op zitten plukken, niks verkeerd gedaan. Elektromotten. Hoi. Hier gaan ze niet op schieten, collega. Kom maar, we gaan erop. Ja, snikker, ik denk aan je, maatje. Ik zie die 5 euro afschijnen. Nee, geintje. Gaan we? En hoe? Kom naar Helipets. Weet het niet. Helipets, ik rij Sandy, ik zie je daar wel. Ja, ik zit met Rick. We één plek nog bij Helipets. Ik sta bij Helipets. Hoi Berkie, ga naar Wesley. Waar is Wes? Zijn nu? Wacht, anders ga ik wel helemaal op de hoek bij haven staan. Oh ja, je dacht dat ik ja. Ja, ik ben helemaal in de stad. Ik ga wel de ATC zo in, hè, dus dan hoor ik geen poorten meer. Dus moet je maar met Dolle communiceren. Ja, ik kerst die wel lokken. Ja, ik kom
Nou, let's go, collega. Hey Bart, rij gewoon naar Vliegveld dan. Kun je daar wel even op, jongen? Ja, gaat niet gebeuren, Rens. Ik denk dat ik eerder ook ga dan dat ik iets ga rippen in het spel. With all due respect, you know. Nee, maar Dylan is niet zo... Dylan is niet zo combat gericht. Dat zijn gewoon al die andere nichten van de Daisy. Dat is het gewoon. Ja, krom aan Brexit. Hier slaat dat echt nergens op, broer. Die heli is zo snel gestart. Ik ben naar Frietveld, collega. Yes, sir. Kunnen er nog twee mee bij ons, hè? Ja, Yusu moet je, Yusu. Karel, als je mee moet, kom Frietveld. Ja, gaat hij de octagon? 29 juli? Twee plekken. Wanneer is dat bekendgemaakt? Trap bij. Nee, normale. Maar ik zeg je eerlijk, chat, als DSI heb je echt een prima leven in deze stad. Ja, tak. Gewoon wanneer je zin hebt, ga je lekker in dienst, ga je lekker schieten op criminelen. We, ja, niet genoeg plek voor drie man. Ik denk niet dat Conor McGregor het gaat pakken, man, chat, met alle respect. Na die blessure en zo. Ja, Mootje is sowieso fijn, hoor. Ja. Iemand heb je nodig of zo? Ja, het zal mij juk zijn. Het is mij nu lastig te vallen. Nee. Dus ik ga zeggen, val best maar lastig weer. Damsko. Je kan wassen, jij kan ook niet wassen, hè? Maat, ik heb 1,4 miljoen. Kom maar, cracker, ja, ik weet niet, man. We gaan nu landen op Vliegveld over. Mayday, mayday. Met in de chopper, man. Ah, een barkie rennen, vriend. Wow. Doe me die drie man hier, zullen we maar twee plekken hebben. Ja, maar... Zo. Laat ze maar rennen. Vind je niet? Nee, bro, we hebben al 5 minuten. Nee, massa. PSV wordt zeker kampioen, ah, mammootje. Dat is zeker zo. Ja, ik heb alles gewitwassen. Of alles gewassen voor andere mensen. Nee, ja, kijk uit voor achterkant, heli. Jets. 12.3 of zo, man, Dario. Ja, maar er zijn wapens op eiland, chat, als het goed is. Voor sparren kopen, joh. Ja, snap je, Dario. Nee, het is ook donker toch, chat, dus dan zie je sowieso niet veel.
Ja, Yusu daar, joh. Waarschijnlijk gaan ze weer dashen. Zijn er nou eiland of niet? Ja, zijn het koud. Ik hoor de poorten neer, dus ik ga op jullie calls af. Hè. Het is eerder op de dag ook al fout gegaan op iemand zijn call afgaan. Maar... Waar ga je nu landen hier? Lijkt me niet. Nee, ik vlieg gewoon, maar zeg waar ik moet landen. Wie zit er bij Rick in die chopper dan? Wat zijn jullie? Ik vertel dat ik weer voor saus hier ben gekomen. Echt jongen. Ik weet niet wie dat elke dag kalt hier hoor, maar poepkals. Ja, wel maar saftje. Maar vliegen hun dan? Nee, nee. Wat is je leerling? Terug naar land. Ja, ga maar terug naar land, man, want hier is niks. Ja, dankjewel voor de goede komst. Tien mensen erbij. Hey, ik kan even een van de mods even uitroepteken Discord doen en uitroepteken support. Muchas gracias. Niet liggen, bro, niet liggen. Fucking poep Barcelona, jongen. De hele dag poepkast weer hier. Support met 2 P's, man, op deze. Ja, er is niemand op eiland meer, maar daar, joh. Ik hoor nu dat je op eiland zijn. Er kwamen wel 10 kijkers meer, man, daarnet in mijn bodycam. En nu zijn er weer 5 weg. Hi. Welcome to the dream, ladies and gentlemen. Fuck, de Barcelona is hier verloren, jongen. Allemaal jouw schuld, door. Ja, hier is het daar, joh. Ik heb al gezien wie er op eiland was. Ja, dat kan je zelf even denken. Mag ik even vragen of ze blijven? Ik kan er nog heel veel tickets open. Ja, ach ja, Thijs, je doet er niks tegen. Wij doen gewoon ons aandeel en de rest kijk mee.
Tja, die berg is niet buikje. Die man heb ik gewoon steeds maar 10 kijkers ofzo. Opa, 13 man weg in minder dan een week. Wow, joh. Ah. Wie trekt wapen, broer? Hey, wapen, wapen mees met Carina, mees met Carina. Wapen mees met Carina. Pistol, 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 pistol. Stop hem uit, Rijnke stop hem uit. Niet doen, niet doen, Rijnke en zo is hier. Jawel, kom, hey, kom, broer, kom, kom, kom. Mees met Carina. Rijnke, heb je hoor. Niet, wanneer die uitgestapt is, wanneer die uitgestapt is. Welke wak is, welke wak is. Porsche, die Porsche heeft die pistol. Ik stap gewoon die op hem uit. De reden Rikken, oh mijn god, Rikken. In die escort, in die escort. Ze schiet goed door een, ik stap uit. Niet doen, Ejo. We zijn 100 man hier. Kom, 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 kom. Ejo. Achter je, dit is meesbank, toch? Braam is achter je, zet dat uit. Braam is achter je, Ejo. Achter je, achter je. Waar, waar? Wie rent daar? Wie rent daar? Ik. Help, 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 help. Ik ben benen. Ik ben dood. Ja, boys. Meesbank op die brug gewoon. Ah, ja. Ejo, bleef je nog? Deze guy hier achter die SAT, Rick, die mogen we schieten. In dood, in dood, in dood, in dood. Oh, ik ben binnen, ik ben binnen, ik ben binnen. Kom, 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 kom. Over Meesbank, waar is het? Zo, is een gewoon hier, maat. Kom, 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 join, join. Mijn bandje is gelijk, mijn bandje. Dit is toch Meesbank? Hey, hoe bleef je nog? Hé, hey, deze hier, doe. Pas op, deze hier, doe. Ja, dit is goed, dit is goed, dit is serieus goed. Ah, oh, Meesbank, tweede hands. Ja, is tweede hands, bro. Hey, Joep is dood, of niet? Begrip, begrip. Luister, blauwe SK3, drie wapens. Blauwe SK3. Hé, hey, hey, niks. Waar rijdt zijn daaronder, zijn helemaal daaronder. Kan je iemand pick-up ja, geven? Ik heb... Ik kan spas pakken, broer. Ze gaan kolen, hoor. Raas rotatie, snel pick-up. Ik zei je zonder wappie. Nee, iemand geeft een pick-up. Kom maar aan. Ze stapt hier deze stapt er bovenuit, broer. Pas op. Oh, één van hun is dood, lekker. Oh nee, dat is van ons denk ik, Rashim. Hey, wat nog schoten hier? Hey, hey, tijd op maken bij winkeltje. Ben jij, winkeltje. Welk winkeltje? Droogvliet, droogvliet, dat is allemaal nog. Witte Taycan heb geschoten en scoren. Hé, hey, pak hem. Ja, maar waar is iedereen van ons? Ik ben roze RSK3. Ja, ik ben blauwe RSS. Een winkeltje hey, Chrome Street? Jij hebt een snelle auto. Waar zijn ze? Ik heb ze bij DC gekocht. Blauwe SK3. En die witte Porsche, of niet? Witte Porsche, nee, nee. Dat is geen Taycan toch? Nee. Die Taycan? Hey, Pepe, waar is die dan? Weet ik veel. Ik rijd naar Grocery Winkel toe, ik zie geen Taycan. Ik heb ook geen Taycan, man. Ik ben niet... Nee, maat, hij is al lang weggereden, al een half uur geleden. Ik ben een tweede. Nee, ja, trouwens, lichtblauwe RSK3. Dames, hè? Taycan rijdt nu weer terug, die kant op. Maar ik weet niet, was hij grijs of niet? Was hij wit? Taycan weet ik. Hé, Pippi. Bob. Ben je? Ben je Grove Street, man? Daar denk je van. Ja, wij hebben allemaal DSI, kom maar even. Ik weet niet, man, bro. Hallo, wat een lekker setup hier, we hebben deze hier. Ik ga naar tequila, kom tequila, baby. Gaan we tequila omhoog? Ja, ik ga er nu in, wacht heel even. Ja, maar er zat niemand in. Kom je ook, Pippi? Ja, ik ben onderweg, man. Dat is al mijn shot. Twee DZ achter elkaar in witte DBX. Auto's. We hebben best wel voorval op ze. We gaan trappen naar de kilo. Bro, ik dacht Meesbank, ik denk ze bedoelen dit hier gewoon, man. Shit, man, die fucking TDA-kas. Ben je er al, Karel? Bijna, 10 seconden. Ik rijd nog een rondje, want... Dan kun je omhoog gewoon, toch? Ja, ik zou bij de eerste bocht gaan, maar ik kwam op PP. Rij gewoon nog even een rondje, daar ben ik er ook bijna. Ik ben nu bij grote bank. Ja,
man. Ja, wij hebben DZ, dus... Ja, ik had gewoon mijn... Ik zet gewoon mijn heli weg bij de trein. Hey, wie is die rode RSQ3? Daar was ik. Ja, ik ben weg. Ja? Is iedereen zeker? Ik heb het. Wie is die Taycan? Wie is die RSS? Ja, ik ben blauwe RSS. Is iedereen zijn kwijt of wat? Ja, DBX heeft weer een goedje. Hallo? Yo. Is iedereen weg? Heeft iemand 9 mm of niet? Anders kan ik letterlijk niks. Kom, PvP. Wat deden jullie? Wie is die andere RSQ3? Ik ben die roze. Wie is die oranje daar verderop? Ik ben die oranje, ik ook. Hai, Sinomor dodelijk. Hai, dikke kolen. We hebben nog best wel veel reden toch op auto. Ik weet niet, ik was even knipperen. Ayo. Ja, Ayo, ben de gast, die is altijd dood en gered. Ayo, dood, hij was net nog leven. Haha, zonder man, nee, met. Ik was GZ, man. GZF zelfs. Kijk het verschil, kijk qua politie, hoeveel DSI dat moet zijn. Er is maar 3 kamar. Ja, maar die gaan we niet meer vinden, maat. Volgens mij heb je een hele laatste Porsche ook geschoten en nog een Taycan ook. Nog steeds heel veel auto's. Ja, ze zijn er allemaal nog daar. Snap je daar, joh. Dus even kijken welke auto's we rijden, toch? Ah ja, maakt niet uit, joh. Ja, we hebben een kookloods, man. Alleen die vuren we gewoon elke weg. Ah, beter, maar niet met. Dario, we hebben geen regels over drippen. Ze was er gewoon bij ons en we hebben verder geen regels over drippen, wat dan ook, dus... Dus als er geen reden, als er geen afspraken zijn gemaakt met trekking en drippen, dan ja, dan is dat gewoon free spel, snap je? Lieven jullie nog? Zo snap ik, of zo. Nee. Ik ga met spas. En hoe ze allemaal gepunt worden, wat de fuck? Zijn de Japanners bezig? Blijkt dat dit GSF was, man. Maar... Cape is weer herrezen. Brabus en witte escort. Die drie. Stond die oranje Brabus daar niet bij Grocery net gewoon? Nee, er zit niemand in. Oh. Frankie. Maar dan is hij overgestapt. Nee, toch. Er staan nog steeds fucking veel auto's daar. Geen idee, maar Jans. Sowieso, MTF doet goed met More Than Family. Dat ze klant zijn bij ons. Misschien wil je die wel pakken. Ja, maar er is geen ambulance. En politie gaat ook sowieso niet komen. Er zijn dan te veel man bij Schan, man.
strand. Ja, strand te zien. Ja, echt een stuk of 6 auto's van Brabus, RSS. Hey, wat kan dat strand? Welke Brabus? DBX, zwarte Brabus, man, zwarte Brabus. Niks, want je kan in principe niet weten dat het een loods is. Kijk eens of het drankje is. Als het drankje is, mogen ze pakken. Ja, toch. Ook G-Wagon. Ik wist net ook, maar die G-Wagon. Ik heb niet gezien of hij beschoten. Ja, kijk voor welke tikjes je een lampje krijgt, broer. Joes. Ik ben nu straal. Is blauwe post aan, hè? Oké. Is drankje hier, Pippi? Ben je die oranje dood? Ja. Niemand gek? Stroom. Waar? Twee man krijgt wapens. Waar? Op strand. Bij de G-klasse, bij de G-klasse. Hey, Piki, hij zet hier op twee man. Twee pistols. Tante waren noobs. Waar? Ik ben die witte Taycan. Ik heeft Scorp. Kunnen jullie volgen? Ik moet soms halen van als je hem te volgen hebt. Welke auto gaan we volgen dan? Welke wakker? Wie hoort er nu bij ons, bro? Wie... Lichtblauwe Taycan, die heb ik gezien. Lichtblauwe. Maar die gaat denk ik af, de andere kant op. Nu kan het wel terug. Ik ben blauwe FSS, man. Gedikt nu. Hij gaat nog steeds, hij gaat rechtsaf. Wat is vent, rent weer eens volgen. Hij rijdt weer rechtdoor. Gewoon richting Live Invader. Wie is de rode RSQ3? Ik ben roze. Hij gaat rechtsaf. Wie is de groene? Weer rechtsaf? Probeer te predicten. Ik ga een set opgooien, even kijken. Daar komen een beetje een paar man. Richting gemeentehuis, onderweg daar naartoe. Richting Maze Bank waarschijnlijk. Ja. Rechtsaf. Richting rode garage. Zat een rode auto? Oh. Gaat langs rode garage, linkerkant. Slaat links af naar BP. Ja, dat ben ik. Gaat richting BP. Blijf golden. Nee, die motor gaat met rijden. Slaat links af richting ziekenhuis. Dan mag je van de motor af. Gaat richting ziekenhuis. Ik was net te laat, kut zo. Bovenkant of onderkant? Bovenkant. Gaat nog steeds rechtdoor. Ik heb die motor achter me, die me probeert te achter Basic. Gaat links af bij Basic. Zeg als die rechts gaat, zeg als die rechts gaat. Nee, nog steeds rechtdoor richting taxi. Zojuist voorbij taxi slaat hij linksaf, terug naar rode garage. Pas op de setup, pas op de setup. Dolik, hoe is het met jou? Gaat het goed? Gaat naar beneden toe, richting rode garage. Staan meerdere auto's voor mij. Kom eraan. Hoe is dat? Dat zijn klotes. Wie is die Brabus, zwart? Ik ben bijna stuk. Wat hè? Slaat linksaf richting auto B. Gaat rechtdoor richting Plezierhaven. Slaat linksaf richting Auta B. Slaat rechtsaf richting Plezierhaven. Je hebt zijn bandje, je hebt zijn bandje. Je hebt zijn bandje. Althans, je hoort zijn bandje te hebben. Hij rijdt nog steeds door. Hij stapt uit bij Akatsuki, man. Stapt uit, hij trekt. Hij heeft geen holster. Wat heeft hij? Pist toch, man. Eentje. Ik ben binnen. Waar ben je? Bro, hij doet de handen en pakt zijn wapen. Ik ben benen. Waar? Ik ben ook benen. Kijk uit. Ben? Wat een vent, hij. Akatsuki terrein, zegt Sanfijn. Akatsuki, kom. Benen. Pak mijn auto. Hey, stop op, Stop op. Mijn band is ook leuk. Rick, pas op. Ze zijn allemaal dood, of niet? Ja, ze zijn allemaal dood. Mijn band is eraf, hoor. Oh ja. Je bent wel slim, man, bro. Kan deze man. Ik heb een dood met mes. Ik heb hem gestoken. Je bent koude slim, bro. Wat zie ik? Deze mensen, broer. Hey, free Wesley nog steeds, man. Anyway, GG neemt hem. Oh yeah, GG's.
Dat is goed. Doet die slim mee. Besef dat ze mij nu gewoon expres aanrijden, zodat ik niet meer omhoog op word. Of in ieder geval gedaan wordt. Eén dingetje staat daar op Jansteen, dat weet je zelf ook wel. Ik zie expres ook mee rijden en zo. Dat is onderwereld, man, chat. Maar die ene van Piekje was ook raar, broer. Hij doet die hand omhoog en uiteindelijk schiet hij weer. Daarna trekt hij, terwijl hij eerst gewoon met zijn hand omhoog staat. Ja, ja. Dat is hoe andere onderwereldgroepen zijn, man. We gaan auto's nakken en niet schieten. Nee, schiet. Bro, hij doet de handen en pakt. Ik ga even snel kijken. Gewoon. Zet die maar uit. Besef dit, ze rijden gewoon expres over me heen. Ik ga hier ook gewoon een dingetje voor doen. Yo man, J0412, dankjewel voor de member, man. Besef dat dit onderwereld is, chat. Ze rijden gewoon expres over je heen. Ja, ik weet niet wat. Dat is future, man, chat. Dat is echt future. Nee, klopt. Ik heb dat even uitstaan. Het zijn een beetje kleine kinderen op mijn body, chat. Nee joh, ik ga me niet verlaagd op dat niveau joh. Nee man, ik heb geen FPS booster. Nou ja, misschien dat emmeren, maar komt ook omdat mensen de hele tijd over je lichaam heen rijden toch? Zo proberen ze ook dat je minder FPS hebt. Ja, joh. Sventjes.
Dat ik gewoon met die spray wat doen, toch? Zodat ik zeg maar ook gewoon om me heen zie wat er gebeurt. Daarom schoot ik gewoon uitgezoomd. Omdat ik niet wist dat ze misschien nog naast me zouden uitstappen, toch? Hey, maar chat, jullie moeten zo zien, voor die gozer die mocht stoken heb. Slim gedaan, man. Broeder, daar kan je niks op doen. Zo simpel is het. Weinig aan te veranderen. Het is gewoon al cringe met die eerste piekie. Die man doet de handen omhoog. Waardoor je eigenlijk stopt met schieten, toch? En uitstand gaat hier wegrennen terwijl ik op zijn been heb geschoten. En begint hij te schieten. Dat is een beetje apart. Net zoals dit. Nu gaan ze een beetje uitdagen. Kijk, de hele tijd over je heen rijden en zo. En dan gaan ze zeggen wie is die hamlap en zo. Daarom heb ik mijn geluid even uitgezet, chat. Omdat ze allemaal dingen weer aan het roepen waren, joh. Dit noemt zich een offiecam, hè. Daarom had ik gewoon geluid even uitgezet. Nee man, Wizkid mag niet. Fijn. Olivier, weet je wat het is, bro? Ik ga heel leuk met je zijn. Mensen nemen dit spel veel te serieus dan dat ik het doe. Weet je, sommige mensen leven voor dit spel. Als je als offiecam met een mesje rond gaat lopen, dan weet je het gewoon laat het is. Ik ga mij niet meer verlagen tot dat niveau, joh. En die gozer met mesje heeft gewoon goed gedaan, dat je het oprecht. Hij heeft gewoon goed gestoken, alleen dan ben je offiecam en dan ga je met een mesje lopen. Voor wat? En nu pak ik het goed uit, omdat ze mij hebben gestoken. Maar piek is niet offie, nee. Nee. Nou pak ik het goed uit, maar ja. Weet je, ik ga me daar echt niet om stressen, man. Hey, wat ik kan zeggen, gewoon complimenten naar die gozer toe. Hij heeft het uiteindelijk gewoon goed gedaan, hoe hij het heeft aangepakt. Simpel. Tuurlijk kan je er boos om worden dat je denkt van, hey, pak wapen, maar ja. Hey, ik heb ze ook een keer een AK doodgestoken, dus ja. Ja, Joost, Olivier. Hey, oh ja, broer. Wat doe je er tegen? Het is ook wel een beetje de status waar Future in keert, joh. Plus dit ook, weet je wel. Totaal geen ambulance in de stad en zo, ja. Yeah. Politie, pak je wapen niet af. No. Tja, wat doe je er tegen? Hallo. Wat? Klopt. En dat is ook uiteindelijk hoe de stad is. Dat ze dan weten dat er criminelen zijn, dan pakken ze het niet af. Nee, Yusuf, man, Wizkid. Het is echt de triest gewoon. Maar ja, chat. Welke graphics settings heb je? Ik heb in principe gewoon puur dit als graphics, man, bro. Ik heb verder niks aangepast hierin of zo, of kan volgens mij nog geen eens. Nee. Maar dit is het enige wat ik gebruik, man, qua graphics. Alles staat in mijn Discord, man, chat, qua graphics pack, noem het allemaal maar op. Maar ik ben sowieso nooit goed geweest met Pierky. Zo simpel is het.
Waarschijnlijk wel hoor. Maar ja, boeit mij dat nou. Mensen doen maar lekker joh. Ze kunnen nog lekker vanuit mijn YouTube, kunnen ze nog lekker mijn POV pakken. Ik vind het helemaal prima joh. Waren jullie dat toen op eiland om 8 uur tegen Akatsuki? Wij waren iets later man, maar dat waren wij wel, Wiskit. Je verliest iemand zijn dubbele waarde en het boeit je niet. Nee, sorry man Olivier. Als ik alles heb gewassen, ik weer 10 miljoen. Als ik wil, kan ik een wapen die opdoen voor Akatsuki, joh. Misschien dat ze dan gaan schieten. Weet je, zo kun je het ook zien. En hetzelfde voor Piki. Tuurlijk hebben ze Elroy, maar ja, die hebben waarschijnlijk allemaal ingespannen shit meegenomen, dus het is zoals het is, chat. Daar kunnen we weinig aan gaan veranderen. Accepteren en doorgaan, man. En uiteindelijk is mijn spelletje. Uiteindelijk heb ik ze nog doodgeschoten, dus ja. Wie krijgt er event, CJ? Ik heb... Wat is het? Moet ik je brengen, neef? Wie ben je? Moet ik je brengen, moet ik... Ja, bro, ga niet via mijn bodycamp komen, bro. Jezus. Nee, man, ik zeg hier lopen. Ja, weet je, frappant als ik net hier span, dat ik hier gelijk alweer loop, snap je? Het is gewoon voor jezelf, hè, maar kijk daar gewoon mee uit. Want je zou niemand anders zou je vragen om pick-up, nee, ik zeg om te brengen, niet, man, snap je? Heerlijk. Ah, ja, on dit. Ah, thanks, man. Jawel, man, ik ben wel zo, man. Stop de cap. Ja, hij is van MTF. Ik ga daar verder niet moeilijk op doen, maar... Mensen doen dat toch gewoon onbewust. Ja, ik heb niet gekeken, man. Hoeveel is het uiteindelijk geworden? 1-4 gewoon, of niet? Ze zijn niet verder gaan schieten. Daar ging ook... Ja, ik mag dit allemaal niet weten, hoor, maar... Nog een piekje laag. Dus ze hebben sowieso nog een piekje doodgeschoten. Ik zeg rij eroverheen. Ik ga me niet verlagen tot hun niveau, Savietje. Dat weet je nou onderhand wel, toch? Je blijft wel een tune voor je toeter, man. Bro, Yusu, man, Jansteen. Maar zo is het echt, hè. Mensen zien het gewoon als een job IRL, no cap. Bedoel je qua offie gangs of on-offie Wiskit? Ja, niet echt per se durf te schieten, man, Woody. Uiteindelijk ben ik gestoken door een wannabe van Akatsuki, omdat ze gewoon te bang zijn om wapens te trekken, dus ja. Twee personen, ja. Ik weet niet wat de kofferbak waard is van de RSQ3 Prior, man. Want dat is gewoon echt oprecht gewoon de beste off-rode die je hebt. On- en offie. Ja, Netas, maar we hebben nog niet echt veel gevecht met hun gehad. Maar ik denk wel dat hun actief zijn op dat gebied. Qua on-offie. Ja, lastig man. We schieten echt weinig tegen on-offie mensen, man. Maar voor welke reden krijg je refund dan, CJ? Oh, geen stress, Luca. Jawel, maar op mijn POV zie je dat er geen wapens op mij gericht staan. Snap je, CJ? Maar als je refund krijgt, ga je prima, daar niet van. Maar als ze mijn envel ticket daarvoor gaan... Als ze mijn envel gaan geven ervoor... Bro, dan ga ik ze afslachten, jongen.
Montage mijn eentje, let's go meegels met mesje. Joesoe maar hoor. Bro, die vet gaat sowieso komen op YouTube, let maar op. Klopt maar, Jaden, klopt. Is Mercy een beetje een goede gang? Ik ken ze niet, man, Jansteen. Echt geen idee wie dat zijn, man. Want duidelijk op mijn POV is gewoon te zien dat er geen wapens op me staan, plus niemand roept wat. Ja, dan schiet ik gewoon. Ja, begrijpelijk, begrijpelijk, CJ. Anyway, als je gewoon je wapen terugkrijgt, GG's toch? Maar welke gang is de laatste offie geworden dan? Netas, man, dan Nacho. Ken je ook Daisy Kata? Die ken ik als de beste maatje. Gisteren nog goed doodgaan door ze. Ja, maar je moet ook zo zien hebben, Woody. Elroy is daarbij gekomen. Ik weet niet of dat die man een account wipe heeft gehad of wat dan ook als zelf zijn. Maar ik denk dat hij wel leuke dingen heeft meegenomen. Grappige was, had net die wapen gekocht. Ging niet met UMP naar Island. Nee, CJ is dit Akatsuki, man, Amir. Hoeveel offie gangs zijn er? Volgens mij 6 of 7. Ik weet niet precies. Ik ken ze niet, maar Rami. Haha, Ruby. 100. Ken ik niet, Rami. Bro, ik hoor gewoon oprecht gewoon weinig, man. Dus ik heb gehoord, er komt de UMP mijn kant op van jou. Echt, is dat zo? Ik heb daar niks van vernomen. Jij en ik samen live. Haha. 100. Moeten we er even porto's gaan aanschaffen, man, chat. Ik ga denk binnenkort even plik overnemen. Kijk dit, 223 man nog in de stad. Ik weet niet of dat ik porto ga doen. Ik ga even gaan kijken. Ja, afmaak hem dood. Schiet hem dood, joh. Hier, lekker voor hem. Hij zit zelfs ook al bij de bouw, te gek. Schiet hem dood! Hey, zijn jullie dit allemaal? Zijn jullie dit allemaal? Ja. Heel waar. En waarom heb je hem doodgeschoten? Ja, de hele tijd verhalen bij. Oh, dat was hij. Ja, hij was al gesnitcht, bro. Bro, snitches get stitches. Ja toch, junior, 100 man strijd. Ik denk dat zijn hoofd eraf is, man, ik zeg eerlijk. Hé, daar komt de politie weer. Oh mijn god, wat doet hij? Ja, man, boys, hebben jullie nog mensen alweer doodgemaakt? Ja, genoeg. 100. Ja, wat doe je? Die AZ zag dat. Nou, chat, jullie horen, het zijn nog genoeg doodgaan. Hey. Dit is net in mijn auto, bro. Dit in mijn auto. Ja, maar Woody, maar ook tegen een andere gang nog. Dat was eergisteren, was mij toen ik ook die live had. Dat ik gelijk begon met schieten met die AK op Eiland. Hey, Joep, wat dacht je aan? Nee, nee, nee. Ja, we rippen wel veel, dat zeker weten, alleen... Die wapens neem ik niet op, man. Gewoon puur, omdat andere jongens minder geld hebben dan mij. Ik zie niet. Wie is die lichtblauwe GT3? Dan heb ik liever gewoon dat jullie wapens nemen, dan koop ik die van mij wel gewoon, snap je? GT3 RS, hij volgt. GT3 RS volgt. Ja? Ja, als het goed is wel, hij loopt een beetje in. Nee, niet dood, niet dood, rustig, rustig. Ah, ik ga ze band schieten dan. Wat vind je als bijvoorbeeld... On-offie groepen, maar wel het is goed dat ik kleine wapen krijg. Ja, ik vind het allemaal prima, Jay, als die mensen zeg maar gaan gebruiken. Wie schiet met pistool? Ja, man. Hij volgt mij. Ik turn nu. Ga naar rechts, Walter. Minuut volgen. Nee, red weg. Ben ik niet. Ik ben blauw. Ik ben, kijk, ik ben nu Daisy hier zo. Dit ben ik. Ik ben niet bij jou. Maar die is... Wie is Daisy? Dat is Daisy. Dat zie je toch aan die auto? Daisy, ja. Maar mensen volgen nog. Hé, die rode, stap uit dan. Stap eruit. Ik ga ook uitstappen. Ik mag ze niet meer helpen, man. Hetzelfde scenario. Hij heeft een hoge snelheid. Gooi een 360, ik drijf bij. Ik drijf bij, man. Kijk hier. Dit... Kijk, jij wil uitstappen? Stap in. Hij stapt uit, hè. Nee, ik doe alleen nog maar wassen, man, Robby. Dat is eigenlijk echt het enige wat ik gewoon nog doe, man. We hebben nog een paar groepen, ik moet dit even wassen.
Hij loopt de SAT. Bijna 13 miljoen. De SAT. Ja, maar ik ga het toch vanaf zo worden. De hele korps komt er in dienst. Nuk die A6. Er is één A6 in die steeg die zit erop de schietoppel. Hij schiet op die rode. Kom, neuk hem. Waar? Ja, eilandman, hij schiet. Kan je geen tik op staan? Stap uit. Allee, ja, laatste tijd zijn er gelukkig meer onderwereldgroepen dan die daar zijn. Hey Rick, hij gaat via achter jullie komen. Ja, die jongens hebben in ieder geval heel piekje dood, man, chat. Dus, jij weet toch. Zijn jullie weg, of niet? Ja, tuurlijk, ja, weg. Kom, kan je geen komen? Kan je geen komen met hoge snelheid? Huidige locatie, kun je erop? Chat, ik ga zo stoppen. Kan je geen gaan naar Groovy Family? Hij ligt op de kop, yo. Nee, hij gaat goed, gaat goed. We moeten wel repareren. Rick, ik zou kies op scammen, hoor, Rick. Nee. Ja, moeten we zelf weten, man. Ja, nou, dit kan wel komen, jongen. Walter, doe grof gewoon. Ja? Doe gewoon grof. Hé, hey, wij hebben A6 op onze boot, we zijn uitgevallen. Laat ze maar. Wat? Laat ze elkaar kakken. Ja, maar mommy, wat snap je niet? Als ik zeg dat ik zo ga stoppen. Ja man, strijders. Sowieso iedereen weer bedankt. We zaten nog 115 kijkers net. Sowieso GG's naar jullie. En dan ga ik jullie weer spreken bij de volgende man, de strijders. Nee man, mommy. Niemand is live. Wanneer CJ? Wanneer drie heli's in de lucht? Misschien in het begin wel, man. Want ik was samen met eentje waar we geland omdat er miscommunicatie was. Daarom hadden jullie ons, zeg maar, samen gecatcht zonder dat de rest er was. En daarna kwam pas de rest, man. Jullie hadden ons eigenlijk gewoon lagging gecatcht, man. Dat er miscommunicatie was. Anders waren we gewoon al met iedereen geweest. Ja, 100 man. Begrijpelijk, CJ. 100%. Tja. Hey, chat, ik ga hem afsluiten. Ik ga jullie weer spreken bij de volgende, man. Rustig aan, strijders.